Met nog 1 minuut te gaan voor de officiële start van de vergadering. Beginnen we dit keer dan toch maar eens wat vroeger dan normaal. Namelijk ongeveer een halve minuut. En daarmee open ik deze vergadering. Het verzoek is om de agenda, agenda punt 4 en 5, in verband met de inspreker te omwisselen. Want mevrouw Knaken spreekt in op mantelzorg doe je samen. Dus is dat akkoord wat u betreft? Ja. Oké, dan is dat de agenda. En dan wordt nummer 4 wordt dan nummer 5 vanzelfsprekend. Mevrouw Knaken, mag ik u vragen naar voren te komen? U heeft 5 minuten en om uw inspraak ronde te doen. Ja. Ja. Geachte raad, fijn dat ik vanavond hier bij jullie mag zijn en wat mag zeggen over de mantelzorg. Dat ligt me na aan het hart, letterlijk en figuurlijk. Ik spreek op persoonlijke titel, maar ik zit hier ook namens de Stichting Seniorenadvies Hardenberg. En de zorg is geüpdate naar deze Kamer, begrijp ik. Ik las in Trouw, Rutte op EU-top in Keutenborg. Sociaal beleid blijft nationale zaak. Het beleid in EU-verband wijst Rutte fijntjes af. En zo gaat het denk ik ook hier. Elke gemeente heeft ook zijn eigen sociaal beleid. Zo is het nu eenmaal. Er is al veel gebeurd. Ook over hoofden van mantelzorgers heen. Maar ook veel goede dingen. Ik heb veel bijeenkomsten mogen meemaken. Ik heb volwassen mannen en vrouwelijke mantelzorgers zien huilen. Er wordt veel gedaan, vele rapporten. Dat kost veel geld. Nu nog de goede invulling. En ik hoop dat u die vanavond maakt. Ik zit hier, zoals jullie bekend is en in de krant stond gisteren, naar aanleiding van het interview met de wethouder. Naar schatting heeft voor veel grote getallen. Naar schatting heeft onze gemeente 15.000 mantelzorgers, waarvan 2.000 met een intensieve 24 uur zorg. Naast een bezoek aan een dierentuin, een kerstetentje, de Petrakerk heeft hiervoor een donatie gedaan, kunnen mantelzorgers nu als waardering een cadeaubon ontvangen. Te melden via internet of een fysiek loket. Chapeau. Maar waar gaat het echt om? Het gaat om de zorg, met hoofdletters. Dat mantelzorgers niet overbelast raken. In de toekomst niet, maar nu ook niet. Zorg dat er bijvoorbeeld tijd en geld overblijft voor hobby's. Er wordt veel geschreven en gesproken over mantelzorgondersteuning. Ik heb hier van allerlei formulieren liggen. Respijtzorg, netwerkcoaching, coachfriends en ga zo maar door. Ik wil een heel klein stukje voorlezen over respijtzorg. Respijtzorg betekent tijdelijke en volledige vervangende zorg voor mantelzorgers. Soms heeft een mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig. Het gaat mij om dat woordje volledige. Ik heb noodgedwongen alles moeten uitproberen, maar in alle gevallen kom ik uit bij de vrijwilligersbank. Het vrijwilligersaantal laat een forse daling zien en dat wat we zagen aankomen wordt werkelijkheid, namelijk de verschuiving van structureel naar projectmatig. De gemeente geeft zelf onder andere aan, mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Het kost tijd en energie. En geld is mijn aanvulling. Een ander bestuurslid van onze stichting, Wil Jagers, verwoordde: over mantelzorg bestaan vele misvattingen. Zo las ik in een verkiezingsprogramma van een van onze politieke partijen, in Hardenberg dus, dat mantelzorg als vrijwilligerswerk wordt gezien. Een dramatische vergissing. De wethouder spreekt soms over er is tijd voor maatwerk. En
Ik las ook nog een stukje uit een krant waarin de wethouder zegt dichter bij de mensen komen staan. Ik kan u verzekeren dat maatwerk nog niet aan de orde is. Als voorbeeld worden op bijeenkomsten steeds mensen gesteld die over zeer ruime geldmiddelen beschikken, met alle respect, om zaken te verwezenlijken die participeren in de sociale en maatschappelijke samenleving mogelijk maken. U kunt allen begrijpen dat dat uitzonderingen zijn en geen maatstaf. De gemiddelde zorgvrager en mantelzorger kan in de problemen komen, bijvoorbeeld als men niet mobiel kan zijn, ligt eenzaamheid op de loer. Het uitvoeringsplan hoort binnen een inclusieve samenleving en dat is een samenleving waarin niemand mag achterblijven. Ik zou ook wel eens willen weten wat de definitie is van de slogan de kracht van gewoon doen. Want wat is gewoon doen? Voor u misschien heel anders dan voor mij. Voor de burgemeester misschien weer anders dan voor, noem maar op. En ga zo maar door. Ik ga afsluiten met een stukje uit mijn dwarslesie dagboekje. Soms is tijd een wonder. Geeft zilver doorweven met goud. Soms is tijd een monster. Onverbiddelijk en koud. Soms is tijd als de maan die alles verzacht, waarop door mensen wordt gewacht. Ik vertrouw erop dat u allen niet alleen luistert, maar ook werkt aan verzachtende omstandigheden voor zorgvragers en zorggevers, voor nu en voor straks. Het vinden, versterken, verlichten, verbinden, met nadruk op verlichten. Dank u wel. En een goede vergadering. Dank u wel, mevrouw Knaken. Na deze inspraak wil ik gelijk het agendapunt 4, mantelzorg, doe je zo. Ja, nu agenderen. Vragen. Ja. Prima. Meneer Van der Grampen, wie nog meer? Blink. Meneer Van der Grampen. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Knaken, dank voor uw betrokken bijdrage. Maar nog even een vraag aan u. Wat mist u op dit moment in het gemeentelijke beleid? De zorg voor de mantelzorgers van nu. Kunt u dat nog wat concreter maken? Want als ik het beleidsplan lees, u noemde de 4 V's net al. Nou, die 4 V's plus nog een aantal andere ambities... die staan uitgebreid beschreven in het nieuwe beleidsplan. Ja, maar er zijn heel veel stukken. Ik kan stapels stukken op tafel brengen. Zowel van het overkoepelende orgaan als binnen de gemeente. Maar de mantelzorgers op de vloer merkt daar nog zo weinig van. En het plan ziet er heel mooi uit voor de toekomst. Maar voor de mantelzorgers nu, die dus al aan het mantelzorgen zijn, daar mis ik de invulling. Met name dan gericht op verbetering van de respijtzorg. Nou, respijtzorg is een vars. Daar kan u het geld voor besparen. Nee, maar de mantelzorgers nu, en vooral de 24 uur, denk ik dan, die missen een stukje ruggensteun. Ik denk een heel groot stuk ruggensteun. Meneer Brink. Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag is eigenlijk al gesteld door meneer Van der Grampel. De tweede vraag, en dat triggerde u mij een beetje mee, was... U zei maatwerk is nog niet aan de orde. Nee. Ik was even benieuwd wat u daar precies mee bedoelt. Dan moet ik in een privé, kan ik iets aandragen. Sorry dat ik u onderbreek hoor, maar dat lijkt me niet... als u een globaal beeld kunt schetsen van wat u daarmee bedoelt. Dat dus als je al vraagt om ondersteuning, dat het dan maanden duurt voordat de reactie komt, dat je zelf in de telefoon of met pen en papier of achter de computer moet gaan zitten om uiteindelijk ondersteuning te krijgen. En het is dus, als je mondig bent, dan lukt het nog een beetje, maar
Ik zit hier voor de mantelzorgers die dat misschien niet zo zijn. Er zijn er 1000 of meer die dus een beetje tussen het wal en schip vallen op dit moment. Oké, meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Kunnen wij als gemeente die mensen traceren? Want dat is natuurlijk denk ik een van de grootste problemen. Ja, dat is een groot probleem. Heeft u daar misschien suggesties voor? Nou, ik denk dat de buurtzorg, Carinova en zo, die kunnen daar een aanvullende functie in zijn, dat ze dat melden. Ik heb toevallig nu met mijn eigen zorg vandaag daar een gesprek over gehad. En zij kunnen mantelzorgers aandragen bij de gemeente. En dat zal een hele belangrijke zijn. Ik kan een tiental aandragen, maar we hebben veel meer nodig. Oké, dank u wel mevrouw Knaken. Graag gedaan. Voor uw inbreng. Ik mag even blijven. Toch? U mag wel blijven, ja. maar u mag dan niet... Niet meer wat zeggen. Niet meer met de wedstrijd meespelen. Oké. Oké. Dank u wel. Ik moet hem even uit doen. Oké. Dan gaan we over naar punt 4. Uitvoeringsplan mantelzorg doe je samen. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Meneer Reiling, Rodemond, Grampel, Brink. Ja. Oké, dan begin ik bij meneer Brink. Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk allereerst een algemene opmerking. Het CDA Hardenberg is ontzettend blij dat het uitvoeringsplan mantelzorg er nu ligt. Want wij hechten ontzettend veel waarde aan de ondersteuning van onze mantelzorgers. En wij zien ook dat in de huidige samenleving de positie van mantelzorgers steeds belangrijker worden. Dus wij zijn erg blij dat het plan er nu ligt. Toch nog even een aantal vragen over het stuk. En die richten zich eigenlijk met name ook over de ambities. En de eerste ambitie is mantelzorgers goed in beeld krijgen. Hè? En dan mikken jullie eigenlijk vooral op de ingang via de samendoenteams. Maar ik zie ook wel dat daar ook wel kansen liggen voor bijvoorbeeld als je gaat naar jonge mantelzorgers. Als je kijkt naar ingang met onderwijs. En wat ik ook wel zie is bijvoorbeeld een potentiële ingang die mantelzorgers boven water zouden kunnen krijgen. Bij bijvoorbeeld de sportverenigingen. En ik zie heel veel dat niet alle mantelzorgers in beeld willen komen. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat als er overbelasting dreigt, dat je daar wellicht een ingang zou kunnen hebben. Dan hebben we het over de flexibiliteit in het maatwerkers, ambitie 2, zoals het in het plan staat benoemd. Ja, en daar wordt eigenlijk expliciet toch wel behoorlijk ingezoomd op die WMO-beschikking als regeltaak. Op zich snap ik dat. Anderzijds vraag ik me wel af of er ook andere regeltaken zijn die wellicht wat meer flexibiliteit zouden kunnen bewerkstelligen. Ik zal de vraag anders stellen, waarom wordt er zo expliciet ingezoomd op de WMO-beschikking? Dan het mantelzorgnetwerk. Ook daarin mis ik eigenlijk toch ook wel de sportverenigingen. Want mantelzorgers, en ik hoor dat van mevrouw de inspreekster ook terug. En die hebben soms best wel wat moeite om een sociale leven naast de mantelzorgtaken vorm te geven en ook in stand te houden. En ik ben even benieuwd in hoeverre hun rol daarin is. Dan noemt u nog iets over respijtzorg. Daar komt nog een onderzoek voor, lees ik in het stuk. Nou, ik vraag me wel af hoe lang het onderzoek ongeveer gaat duren, of u een verwachting kunt geven. Wanneer het onderzoek is afgerond. Ik hoef natuurlijk geen datum en dag, maar het zou mooi zijn als u een indicatie zou kunnen benoemen. Dan, dan staat er in het stuk ook dat de tevredenheid van de mantelzorgers structureel gepeild gaat worden. Ik ben even benieuwd of die tevredenheid, de peiling daarvan, of die ook terugkomt naar de raad. Worden we daar als raad over geïnformeerd en zo ja, hoe dan? En toch ook de uitvoering van dit plan, hè, wat hierin staat qua doelen en qua ambities.
Als je kijkt naar communicatie, we hebben onlangs 3 mooie themaavonden gehad in het kader van de inclusieve samenleving. Daar hebben we eigenlijk ontdekt dat onze gemeente heel veel biedt, ook heel veel doet. Maar dat het soms ook heel versnipperd bij onze inwoners terechtkomt. Dus toch ook even een verzoekje aan deze kant. Communicatie, hoe wordt dat gewaarborgd? Dat onze inwoners weten wat er te halen valt, ook wat de ambities zijn als we het hebben over dit plan. Dan eigenlijk mijn laatste punt voor de eerste termijn, voorzitter. Ja, het gaat eigenlijk over de vormgeving van dat netwerk, van dat mantelzorgnetwerk. Daar staat dat de gemeente Steenwijkerland hier al succesvol in is. Ik vraag mij wel af, als we kijken naar de coördinerende rol van het netwerk. U zegt eigenlijk van, nou, er komen wat aanbieders in beeld. Nou ja, en die zullen met elkaar gaan bepalen, ook in overleg met die mantelzorgers, wie uiteindelijk de coördinerende rol op zich neemt. En ik vraag mij wel af, hoe is dat dan vormgegeven in Steenwijkerland? Want als dat succesvol is, waarom zouden we hier dan experimenteren? Dus ik was even benieuwd hoe dat vorm krijgt en hoe dat zit. En tot zover mijn eerste bijdrage in de eerste termijn. Dank u wel, meneer Brink. Dan gaan we nu over naar meneer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. In het uitvoeringsplan Mantelzorg 2018-2019 wordt voorgesteld om in te stemmen met een 5-tal ambities en om eenmalig 100.000 euro extra uit te trekken voor het alsnog toekennen van het mantelzorgcompliment 2016. Over het algemeen kan de fractie van de ChristenUnie instemmen met het voorliggende plan. Niettemin hebben wij nog wel enkele vragen, waarbij misschien ook de wethouder straks even kan ingaan op de inspreekster mevrouw Knaken en de knelpunten en vragen die zij heeft gesignaleerd. Vervolgens, bij de eerste ambitie wordt gesteld om na 2 jaar 10% extra mantelzorgers in beeld te hebben. Dus ongeveer 125 bovenop de 1276. Hoe denkt u dit te realiseren? Bij de tweede ambitie, en de heer Brink die memoreerde dat ook al even, geeft u aan dat de samen doen teams meer beschikkingen voor langer dan 1 jaar gaan afgeven. Is dit alleen beperkt tot de gevallen waarin mantelzorgers bij betrokken zijn, of geldt dit voor alle indicaties? Wat betreft het mantelzorgcompliment zelf, geldt dit alleen voor de 1276 die in beeld en dus bekend zijn? Of is er ook nog op bijvoorbeeld aanvullende aanmelding een extra aantal nodig? En zo ja, hoe verloopt de communicatie daar dan over? Dan ook van onze kant uit het mantelzorgnetwerk. Wij ondersteunen het idee om een netwerk in te richten ten behoeve van een betere onderlinge verbinding, coördinatie en het tegengaan van versnippering. Maar u geeft hierbij aan te experimenteren met het proces van sociaal ondernemen. Dat vindt onze fractie nogal een wankele, risicovolle en tijdrovende operatie. Zeker als er nu ook toch een goed voorbeeld in Steenwijkerland is. Wij zien niet echt dat een experiment het belang van de mantelzorgers dient. Wanneer moet dit netwerk gerealiseerd zijn, is dan de vraag. En gelet op het bedrag wat u noemt aan structurele lasten, ruim 360.000 euro, denk ik dat dat dus een aanbestedingsprocedure gaat betekenen. Tot slot, voorzitter, voor de eerste termijn. Aan het eind van het raadsvoorstel lees ik dat de participatieraad voorafgaand bij dit onderwerp is betrokken. Maar ik zie geen advies of instemming van de P-raad. Is die er wel? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Grampel. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Het stuk hebbende gelezen, en ik moet u zeggen dat ik vrij nieuw binnen het sociaal domein binnenkom, dus excuses als ik wat omissies maak daarin, lees ik eigenlijk onvoldoende dat de zorgsector zelf wordt aangesproken. Als je kijkt naar dat we mantelzorg heel erg belangrijk vinden, zie je tegelijkertijd ook, lijkt het wel een terugtrekkende beweging van de zorgsector. Alles wat een mantelzorger kan doen, hoeven wij niet meer te doen. En wordt de zorgsector zelf voldoende aangesproken om die professionele hulp te bieden die zij zouden moeten doen in plaats van de mantelzorgers. Dat betekent dus dat er
een verantwoordelijkheidsvraagstuk ligt wat dat betreft. Wij hebben ook het woord respijtzorg opgeschreven. Dat is mogelijk voldoende behandeld in deze raad wat bevraging betreft. Maar inderdaad, mevrouw Knaken stelde al, het gaat over volledige vervanging. En volgens mij heb ik een aantal jaren geleden al aangegeven dat wij hier wel heil in zien. En er zijn wat succesvolle proeven gedaan in Flevoland, zover ik weet, wat dat betreft. En mogelijk kunnen we daar nog even nadrukkelijk naar kijken, wat mij betreft. Dan het in beeld krijgen van de mantelzorgers. Wij schrikken zelf een beetje, ik en mijn fractie, over 10% die nu in beeld is. Wat betreft het geschat aantal mantelzorgers. Waarbij het ook nog zo is dat die 1500 ongeveer die nu bekend zijn, overstegen worden door de 2000 die intensieve zorg verlenen. Hoe krijgen we dat beter in beeld? Er werd al suggestie gedaan via de scholen en de sportverenigingen. Ik kan natuurlijk allerlei partners benoemen, maar graag een reactie van de wethouder op hoe gaan we die naar schatting 15.000 bij benadering in ieder geval zoveel mogelijk in beeld brengen. En daar wilde ik het eerst even belaten voor deze termijn. Dank u wel. Oké, dank u wel, meneer Roodmond. Meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag het mantelzorgnetwerk nog even uitdiepen. De agendapunt hiernaast, wat hierna komt, zien we dat 25% van het budget wordt opgesoupeerd. En ik ben eerlijk gezegd met dit voorstel ook een beetje bang dat heel veel van het budget opgaat aan het netwerk en niet de handen aan het bed, om het maar zo uit te drukken, oplevert. En waar ik me ook wel een beetje zorgen over maak is van de partijen die mogen meedoen in de aanbesteding. Is dat wel handig? Want dan zou je toch wel heel erg genegen zijn om het budget in je eigen portefeuille te houden. Of is het verstandiger om dan naar een onafhankelijk netwerk instituut te gaan, om het maar zo uit te drukken? Dat waren ze. Dank u wel. Meneer Kloekhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, toen ik het stuk las, en dan was ik echt overtuigd van de goede bedoelingen, want we zijn hier al heel lang mee bezig. En als ik kritiek uit, dan is dat niet omdat ik de inzet niet waardeer. Maar ik krijg nu toch een beetje het gevoel van, wij schuiven de hete aardappel van ons bordje richting de stichtingen. Wat betreft de ambitie, ja, ik schrik toch wel een beetje van. Er zijn 2000 mantelzorgers die overbelast liggen te raken. Daarvan hebben we 1276 in beeld. En voor de komende 2 jaar zeggen we van, dat moet met 10% verhoogd worden. Maar dat houdt dan wel in dat er nog 600 blijvend buiten de boot vallen. En zo ken ik het college eigenlijk niet. Dat is voor ons gewoon een beetje een domper. Ik had de ambities graag hoger willen hebben. Ondanks dat ik begrijp dat het een ontzettend moeilijke klus is. Maar nogmaals, ik heb toch het gevoel dat we het een beetje van ons afschuiven. Dank u wel, meneer Kloekhorst. Mag ik meneer De Vent vragen hierop te reageren? Dank u wel, voorzitter. Dank voor al uw reacties. Dank ook mevrouw Knaken en voor de inspreken. Daar kom ik zo nog even op terug. En ik begrijp uw vragen. En het is een uitvoeringsplan waar we al langere tijd mee bezig zijn. Dat hebben we ook al eens in een brief verwoord, volgens mij. Ik dacht in juni ongeveer, van waar we staan. En we hebben daar ook extra veel tijd voor genomen. Want u weet nog misschien net zo goed als ik, dat we allerlei handen instrumenten aangereikt kregen, ook vanuit het land. Ik kan me nog herinneren de discussie die een keer kwam om een vorm van een soort thank you card te introduceren. Hè? Dat je kunt zeggen, ik geef iedereen een pasje waarmee ze zelfstandig kunnen bepalen van ga ik dat besteden aan inkopen of een uitje of iets dergelijks. Maar dat wij er vervolgens achter kwamen dat de invoering van zo'n pas heel veel geld kost. En toen dachten wij van, daar beginnen wij dus maar niet aan. En dat heeft mij als portefeuillehouder wel aan het denken gezet. Want ik ben het helemaal met u eens als u zegt van elke euro die je uitgeeft moet terechtkomen op de plek waar die hoort. Dat vind ik ook.
Laat er helemaal geen misverstand over zijn. En toen hebben wij ook gezegd, en toen heb ik ook gezegd, ik wil het hier nog een keer goed onderzocht hebben. En we hebben één instituut in Nederland, dat ervoor met name geëquipeerd is, en die de belangen uitstekend behartigt van de mantelzorgers, dat is Metso. We hebben Metso hier naartoe gehaald en gezegd van, willen jullie ons helpen met het onderzoek? Om in beeld te brengen, waar zit nou precies die ondersteuningsbehoefte en wat doen we met de mantelzorgwaardering? Daarvoor hebben we ze ook gevraagd. En dat is een lang traject geweest van bijna wel een jaar, waarin we zo amperlijk als ook met heel veel organisaties, via focusgroepen, met zorginstellingen, met mantelzorgbelangenbehartigers, met mantelzorgers zelf, regelmatig gesprekken hebben gevoerd, juist dus met het veld, om het allemaal goed in beeld te krijgen. En wat daar uitgekomen is, dus aan opmerkingen, adviezen, tips en ook aan risico's, hè, want die zijn ook wel benoemd, dat is eigenlijk de vertaling geweest van wat u nu voor u ziet. En we hebben heel erg vastgehouden aan de uitgangspunten die Metso ook hanteert. Dat zijn die vier V's van vinden, versterken, verlichten en verbinden. Want dat past dan helemaal ook in dit thema, vinden wij. Dus wij houden heel erg vast aan die koers die landelijk is uitgezet, omdat wij ook vinden dat we daar nog wel een slag in te maken hebben. En ja, het is inderdaad niet gemakkelijk. Want ik heb wel eens gezegd, ik heb dit nu ruim 7,5 jaar in portefeuille, mantelzorg. En ik ben ook elke dag op zoek van, krijg ik de mensen goed in beeld en willen ze ook wel in beeld komen. Dat is, elke dag is dat best een uitdaging. Maar dat begint wel met goede communicatie en informatie. Nou, dat is waar we naartoe willen. En daarbij hebben we ook vastgesteld, samen met de organisaties met wie wij de gesprekken hebben gevoerd, van ja, moeten wij dat als gemeente gaan doen? Wordt dat weer onderdeel van een gemeentelijke dienst? Of moeten we dat misschien toch dichter in het veld organiseren? En dat is niet, meneer Kloekhorst, een kwestie van afschuiven. Absoluut niet. Het is jammer als u dat beeld heeft, hoor, want dat wil ik absoluut hier ontkrachten. Het veld heeft gezegd, leg het maar zo dicht mogelijk bij onszelf, want wij zitten ook veel dichter bij de mantelzorg. En dan krijgen we misschien wel een veel groter bereik. En dan ben ik het misschien met u eens als u zegt, ja, wat is 10% extra? Nou, dat is best nog wel een opgave. Want we zijn natuurlijk al jarenlang bezig om de mensen goed in beeld te krijgen. Via al onze ondersteunende instanties. Via Carinova, via de Stuw, via andere organisaties. En dus daar ligt nog een geweldige uitdaging voor ons om dat te doen. Maar er is juist bewust voor gekozen om die organisatie daarvan en ook in beeld krijgen en dan ook het betalen, het financieren van activiteiten in het veld te beleggen. Nog even los van het aanbestedingsverhaal, daar kom ik zo nog even op terug. Daarvoor is heel bewust gekozen. Voorzitter, even een vraag over dat vinden, als het mag. Dank u wel. Ik snap dat er instanties worden ingeschakeld om die mantelzorgers te vinden en vervolgens dan te ondersteunen. Wat mij enigszins bevreemd is dat we een schatting maken van ongeveer 15.000 in deze gemeente. Dat we op dit moment zo die 1200 hebben, 10% erbij is 1500 en zo kwam ik op die 10% in ieder geval uit. We weten volgens mij sowieso wel via andere instanties wie de zorgvragers zijn. Degene die de mantelzorg dan ook daadwerkelijk ontvangen. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van we draaien even de boel om. We zien daar waar de zorg verleend wordt. En dan is er een redelijke inschatting mogelijk dat daar ook mantelzorgers actief zijn. Waarom dan toch dat beperkte aantal? Ja, voorzitter, dat zijn de aantallen die op dit moment ook echt in beeld zijn en die om ondersteuning vragen. En dat wil dus niet zeggen dat elke mantelzorger die zich ook zelf als mantelzorger beschouwt, ook ondersteuning wil. En laat dat ook helder zijn. Maar er zijn ook mensen die zeggen van ik red het mezelf, ik hoef dat niet, ik heb geen ondersteuning nodig. Dus dat verklaart voor een deel denk ik ook dat getal. En tegelijkertijd, als ik kijk naar de activiteiten van Samen Doen, dus de keukentafelgesprekken, dan zeggen we ook heel vaak van zorg dat bij de zorgvraag ook een mantelzorg aanwezig is. Dan heb je ook tegelijkertijd een mantelzorg in beeld. Dat doen we ook in samenspraak met andere zorgorganisaties. Ik weet niet of u weet, maar vorige week bij de Dag van de Mantelzorg heeft ook de Baldeborggroep nog een hele mooie gids uitgebracht. Die ik zelf ook in ontvangst mocht nemen, dat was deze, ook met verhalen van mantelzorgers. Dus je ziet ook her en der per organisatie weer hele verschillende activiteiten gericht op die mantelzorger zelf. Dus het kan best zijn dat het effect van ondersteuning veel meer, nog groter is dan we hier op papier in beeld kunnen krijgen. Laat het ook gewoon helder zijn. Dus we moeten ook niet de illusie hebben dat we elke activiteit of elke vorm van ondersteuning in beeld hebben. Want er gebeurt ook best al heel veel en daar ben ik ook heel blij mee. Ik ga toe naar de beantwoording van de vragen als u het goed vindt. Ik denk dat de opmerking van de heer Brink terecht.
Ja, want als je toch weer vanuit de gemeentelijke kokers kijkt, dan zou je zeggen, nou, samen doen is voor onze vindplaats. Maar natuurlijk, ook onderwijs, sportverenigingen. En ik denk dat daar wat dat betreft ook een hele mooie uitdaging ligt bij het mantelzorgnetwerk zelf, zeg maar. Om die verbreding ook naar de verschillende groepen en doelgroepen, zeg maar, te gaan maken. Ik denk dat die ingang dan makkelijker wordt dan dat we dat alleen maar via het gemeentelijk kanaal organiseren. En laat het dan ook vooral een samenspel zijn tussen die verenigingen samen doen, hè, als vooruitgeschoven post vanuit de gemeente in de buurt en in de wijk. Als het gaat om de WMO-beschikking, ja, daar hebben we nu voor gekozen, want we hebben gezegd, mantelzorg lopen nog wel eens tegen regelgeving aan. En mevrouw Knaken gaf er ook volgens mij een mooi voorbeeld van formulieren die allemaal ingevuld moeten worden. En we hebben ook gezegd, ja, dat is eigenlijk te zot, hè, dat je voor, als je iets zeker weet, dat je dan toch elke keer periodiek weer moet gaan invullen. Dus wij zijn begonnen met de WMO-beschikking. Maar ik sluit niet uit dat er nog meer regelgeving komt, die wij ook onder de loep gaan nemen om te zien of we nog meer kunnen ontzorgen en ontlasten. Maar dit vonden wij in ieder geval een mooi begin om mee te starten, omdat we deze beschikking ook vaak terugzien bij mantelzorgers. De spijtzorg, dat is ook een vorm die verschillend wordt ingevuld, waar ik ook zelf persoonlijk als portefeuillehouder ook langer al naar op zoek ben. Wat is nou de juiste vorm van respijtzorg? Waar is ook de behoefte nadrukkelijk? Dat willen we ook met het mantelzorgnetwerk verder gaan onderzoeken. Dus dat ligt ook een allereerste opdracht, als u straks besluit tot dit voorstel, om als mantelzorgnetwerk, zodra we die geïnstalleerd hebben, zeg maar, om de respijtzorgvormen die er al zijn in de gemeente, maar misschien ook wel nieuwe, om die met elkaar te gaan organiseren en ontdekken. Tevredenheid. En natuurlijk lijkt mij goed dat wij aan de hand van dit plan u gewoon jaarlijks rapporteren over de tevredenheid. Dat lijkt me niet meer dan logisch. Zodat we dat ook wel eens doen met andere vormen van onze dienstverlening. En dan kunnen we deze meenemen. Wellicht is daar ook een koppeling te maken naar de sociale monitor nog met mantelzorgondersteuning. Als dat al niet gebeurd is, want ik weet het niet zo uit mijn hoofd, moet ik zeggen. En communicatie lijkt me helder. Maar ook die communicatie, daarvoor geldt dat we ook vinden dat ook alle betrokken organisaties en straks de mantelzorgcoördinator, hè, want die staat nadrukkelijk ook benoemd. En wat ons betreft is het niet iemand van de gemeente, maar vanuit het veld. We hebben bewust voor gekozen om de onafhankelijkheid ook te borgen. Die onafhankelijkheid willen we dus borgen via de mantelzorgcoördinator. En die zal er ook voor moeten zorgen dat die lijntjes worden gelegd naar de verschillende verenigingen, naar de gemeente toe, maar vooral ook naar de mantelzorg zelf, zodat we een laagdrempelig meldpunt hebben voor mantelzorgondersteuning. Want dat is wat wij heel vaak horen. En het is terecht dat mevrouw Knaak ook zegt van, ja, als ik eens bel, dan kom ik niet altijd direct bij de juiste persoon terecht. En dat is veel gehoorde klacht, zeg ik dan ook maar. En dat willen we juist zien te voorkomen. Want als je al mantelzorger bent en je neemt de moeite om zelf ondersteuning te vinden, dat is al een stap, en je komt niet direct door, dan is het effect heel vaak van, nou, laat maar zitten, ik zoek het wel anders uit. Nou, dat willen we dus niet. Want dat zijn ook de ervaringen die we terug hebben gekregen vanuit de gesprekken die wij hebben gevoerd met alle organisaties die eigenlijk, zeg maar, met ons samen dit plan hebben gemaakt. En laat ik ook maar even helder stellen. Dit plan is dus voortgekomen letterlijk uit al die gesprekken die wij hebben gevoerd met onze mantelzorg ondersteunende organisaties en met mantelzorgers zelf. Met daarbij de nadrukkelijke betrokkenheid van de participatie. Nou, de mensen zijn hier zelf aanwezig, die kunnen dat denk ik beamen. Daar kom ik zo nog op terug. Nou, Steenwijkerland, misschien is het goed dat we nog even Steenwijkerland nog even terug laten keren in de schriftelijke beantwoording van de vraag van hoe hebben ze het precies georganiseerd, wat is nou het effect daarvan geweest. Dus organisatievorm, effect, hoe hebben ze nou het bereik zo groot gekregen? Dus daar kom ik nog wel even op terug, want dat vraagt even wat meer uitzoekwerk. Even korte aanvulling als dat mag, voorzitter. En het gaat met name wat meer, meneer Van der Gampel die refereert daar ook aan, met name wat meer van hoe zij die coördinatie vorm hebben gegeven. Daar ben ik met name wel benieuwd naar. Ja, een organisatievorm nemen we dan ook mee. Dat is even wat betreft uw vragen, meneer Brink. Dan ga ik naar de heer Van der Gampel. U vroeg me ook te reageren nog even op de reactie van mevrouw Knaak. Nou, dat is terecht. En ik denk dat mevrouw Knaak ook een punt maakt als ze zegt van, ja, ik heb toch het gevoel dat er nog heel veel mensen tussen wal en schip hangen en zitten. En dat gevoel heb ik dus ook al heel lang.
zeg ik het dan maar. Want ik had ook graag zelf gewild dat we al veel mantelzorgers, veel meer mantelzorgers in beeld zouden hebben. En daarom hebben we gezegd, gaan we nog een keer heel expliciet met al die organisaties om tafel. Want ik weet dat het niet alleen in deze gemeente speelt, maar het speelt heel veel gemeenten. De meeste gemeenten die worstelen toch wel met het punt van hoe krijgen we ze dan ook goed in beeld. Nou, dat kan per gemeente ook heel anders georganiseerd zijn. Wij hebben gemeend dat we dus met het veld zelf dit plan moesten gaan opstellen om juist het bereik en het beeld krijgen vele malen te vergroten. En wij hopen dat het daardoor dus ook lukt. Want die verbinding is dan ook veel korter vaak dan wanneer het via een gemeentelijk loket moet gaan verlopen. Dus dat het traceren, het ontdekken, daar ben ik het met mevrouw Knaken eens, dat zal moeten gebeuren. En het blijft natuurlijk inderdaad ook altijd maatwerk. Maar dat kan voor iedere persoon maatwerk weer heel erg verschillend zijn. De ene heeft soms behoefte en neemt genoegen met een advies. En de ander zegt van nee, ik heb een andere vorm, een persoonlijke ondersteuning nodig. En dat vraagt wat meer tijd en energie. Ja, en vrijwilligers, dat blijft een item. Ze heeft dat ook nadrukkelijk gezegd, hè, want ja, de samenleving verandert ook. Laten we maar helder zijn. Dus het zal nog wel een uitdaging worden voor de komende jaren ook om voldoende vrijwilligers te vinden die ook als vrijwillige mantelzorger willen ondersteunen. Nou, daarvoor doen we ook een beroep en werken we samen met de STU. De STU is ook nadrukkelijk betrokken bij dit verhaal. En ik denk dat we in overleg ook met onze welzijnszorgorganisatie in de aanloop naar het mantelzorgnetwerk het aspect van vrijwilligheid gaan meenemen. Dus dat even als reactie daarop. Nou, samen doen, ik heb al gezegd, de beschikkingen die hebben we gedaan, dat betekent niet dat we alle indicaties nu in één keer gaan herzien. Het gaat met name heel specifiek om daar waar sprake is van mantelzorg. Laat het ook even helder zijn dat we nu niet in één keer alles gaan veranderen. Maar we hebben juist gezegd dat we in dit hele specifieke voorbeeld, wat ook vaak naar voren kwam in de gesprekken die we hebben gevoerd, in de aanloop naar dit plan, dat die beschikking wel een dingetje was. En daar hebben we van gezegd, dan gaan we daar nu als eerste mee aan de slag. Voorzitter, als ik even mag. Niet zozeer herzien, maar daar waar het kan, zou ik adviseren van ja, het scheelt weer een heleboel werk aan de administratie om ook deze kans voor open doel zou ik bijna zeggen, te benutten als u toch gaat communiceren van nou, daar waar mantelzorgers in beeld zijn, dan gaan we het doen. Trek dat breder, daar waar het kan. Die oproep neem ik te harte, voorzitter. Dus misschien leren we ook wel hieruit, ook weer voor onszelf, zeg ik dan maar, daar waar je ontzorgen kunt, moet je het ook vooral doen. Dat is wat u volgens mij voorstaat. Ja, dan u zegt ook mantelzorgnetwerk en sociaal ondernemen. Ja, dat is best wel een spannende, hè? Dat is wel een spannende. Want we hebben het natuurlijk altijd nu vanuit de burelen van het gemeentehuis georganiseerd. En wij hebben gezegd, nou, waarom laten we nu niet veel meer over aan die samenleving zelf? En de samenleving is het netwerk van mantelzorgers. En dat zijn de organisaties die daarbij betrokken zijn. En dan kunnen we zeggen, ja, dat is best veel geld. Maar goed, dat is ook vertrouwen, zeg ik dan maar. En die organisaties weten ook wel vaak het beste waar de middelen naartoe moeten. Ze kunnen ook snel handelen als er een vraag is. En anders gaat dat weer via ingewikkelde protocollen en procedures misschien. Dus wij vinden dit wel ook wel een spannende. Maar we hebben, naar aanleiding van alle gesprekken die we hebben gehad, in de aanloop naar dit plan met die organisaties, alle vertrouwen in dat ze daartoe in staat zijn. En dan moeten we wel even goed gaan kijken naar de techniek van inderdaad de aanbesteding in verband met de grenzen die daarvoor gelden. Dus daar kom ik ook nog wel even op terug in de beantwoording naar over 2 weken toe, hoe we dat in onze inkooprelatie zeg maar zullen gaan vormgeven. En heeft u al een idee bij benadering wanneer zou dit netwerk moeten staan dan? Nou, als u over 2 weken dit besluit neemt, dan is het wat mij betreft de volgende dag aan de slag. En dat betekent dus wel dat we eerst moeten kijken hoe we in gaan kopen. Maar dat kan volgens mij misschien ook wel heel snel. Hoop ik. Nou, de participatieraad, volgens mij heb ik daar iets van gezegd. We hebben dat niet expliciet in een advies. Maar de participatieraad is in alle gesprekken, of bij heel veel gesprekken, betrokken geweest. En volgens mij is het plan nog een keer gepresenteerd in de participatieraad. Of niet? Nee? De uitkomsten zijn gepresenteerd met de participatieraad. Maar goed, als u zegt van ja, we willen alsnog wel een advies, ja, dat is aan u. Nou, ik dacht dat de procedure toch iets anders lag van college neemt een besluit, legt het voor aan de participatieraad. En dan gaat het daarmee gezamenlijk naar onze raad, dat wij dus ook gelijk bij de stukken kunnen zien van zo is er geadviseerd.
Ik snap natuurlijk best dat je wat wil gaan sonderen. Maar ja, zo was het. Destijds dacht ik toch de bedoeling om de participatieraad goed in haar kracht te zetten. Ja. Nee, dus formeel heeft u inderdaad gelijk. Dus als u zegt van ja goed, daar willen we ook graag aan houden, dan moeten we dat gewoon gaan organiseren. Oké. Maar dan neemt het dus wel iets meer tijd in, waarschijnlijk in beslag. Dat is dan het gevolg. Ja. Meneer Rodemond, ja, de zorgsector zelf aanspreken. Volgens mij gebeurt er binnen de zorgsector eerste en tweede lijn al heel veel op het gebied van mantelzorg. Dat zien we dus ook allemaal niet. Hè. Maar we hebben ze wel betrokken in al die gesprekken en in focusgroepen. Dus ik denk dat het wel dat zij die verantwoordelijkheid ook zeker voelen. En het is ook niet zo dat wij het gevoel hebben dat de zorgsector dit vraagstuk naar ons toe doorschuift. Dat is niet aan de orde. Maar de verbinding tussen formele en informele zorg, daar hebben we nog wel een dingetje met elkaar te doen. Vooral ook omdat er heel veel mooie dingen gebeuren waarvan je elkaar, waarbij je elkaar beter kunt benutten. Dus terecht dat u die opmerking maakt, maar het is geen terugtrekkende beweging, lijkt dat helder zijn. De proeven in Flevoland, die ken ik niet, dus die gaan we nog ons eens ter harte nemen. Het in beeld krijgen heb ik volgens mij al iets van gezegd. En natuurlijk gaan we daar ook de scholen en verenigingen beter bij benutten. Meneer Reiling, de bedoeling is, volgens mij heb ik het net al in mijn eerste termijn gezegd, ook dat het geld niet opgaat aan organisatiekosten alleen maar. Je hebt wel altijd een vorm van organisatiekosten. Maar ik heb ook gezegd bij de start en bij dit plan, van ik vind dat in principe elke euro gewoon naar de mantelzorg zelf moet gaan. En dat de organisatiekosten tot een minimum beperkt blijven. Dat is ook nog steeds het uitgangspunt. En hoe dan de verdeling precies is, dat weet ik nu niet. Maar u kunt zien in de financiële overzicht wat het totale budget is wat we daarvoor hebben. En nogmaals over die inkooprelatie, daar kom ik op terug. En onafhankelijkheid, daar heb ik al iets van gezegd, die willen we juist waarborgen, zeg maar, door het mantelzorgnetwerk zelf het coördinatiepunt te laten vormen. Dat lijkt ons wel een hele mooie uitdaging. En past ook wel heel goed in de beweging die we maken rondom sociaal ondernemen, volgens mij. Meneer Kloekhorst, voor mij heb ik uw vragen ook al voor een deel beantwoord. Want nogmaals, we schuiven de hete aardappel absoluut niet door. Kijk, we hadden ook kunnen zeggen, we gaan gewoon door met de dingen die we nu al doen. Hè? Want we doen al de financiering van Carinova. We hebben een heel mooi project trouwens rondom jonge mantelzorgers, ook via Carinova. Nou, dat zijn hele mooie projecten. Maar ergens knaagt er toch bij ons het gevoel van, we moeten meer gaan doen. We moeten nog meer het veld en de behoefte aan mantelzorgondersteuning veel beter nog in beeld krijgen. En daarom heb ik ook gezegd, van wil ik daar een deskundig instituut bij, een landelijk instituut zoals Metso, die ons daarbij prima heeft ondersteund om dat ook goed voor het voetlicht te krijgen. Dus het is veel meer gebruik maken van de tijd om de goede dingen te doen, dan door te zeggen van nou, we blijven maar doen wat we doen, maar we weten ook nog niet precies zeker waar we ons moeten gaan richten. Dus dat is niet aan de orde. Ja, en de mensen die buiten de boot vallen, ja, die ambitie, ik snap uw gevoel dat u zegt van ja, wat is nou die 10% en die 600 blijft dan nog wel, die blijven nog wel buiten de boot. Ik hoop van harte dat we door de nieuwe vorm waarvoor we willen kiezen, dat we veel sneller en veel eerder mensen in beeld krijgen. En daar heb ik ook wel vertrouwen in als ik zie hoe enthousiast ook wel gereageerd wordt door de organisaties zelf. Dus misschien zijn wij zelf wat bescheiden in onze ambities, maar soms is het beter om zelf iets te bescheiden te zijn en achteraf te kunnen zeggen van, nou, u had wel iets een hogere ambitie kunnen stellen, want het loopt gewoon goed. Ja, dat is ik weet het, dat is misschien kip-het-ei-verhaal, meneer Mulder, ik weet het. Maar dat is de bescheidenheid misschien die we ook wel, die ik terecht al wel even wil benoemen. Want nogmaals, ik vind dit een uitermate boeiend veld, maar tegelijkertijd ook een heel complex veld om goed te kunnen pakken. Nou, daarvoor hebben wij met dit plan geprobeerd, zeg maar, om A, het veld wat dichter bij elkaar te krijgen en daardoor ook dichter bij de mantelzorg te komen. En ervoor te zorgen dat de middelen eerder en beter en sneller op de goede plek komen. Dat is mijn reactie. Voorzitter. Dank u wel, meneer De Vent. Is er nog behoefte aan een ronde voor nog wat vragen? Meneer Brink, meneer Rodemond, meneer Reiling, meneer Kloekhorst. Dan beginnen we nu bij meneer Kloekhorst. Ik bedank de wethouder voor zijn antwoord. Ik ben nog niet 100% overtuigd
dat dit het Eén van Columbus is. Maar ik moet ook zo reëel zijn, ik heb zelf geen beter alternatief. Dank u wel, meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil toch even aanhaken bij meneer Van der Grampel net, wat het advies van de participatieraad betreft. Ja, u gaf aan, ja, dan duurt het wat langer. Ja, dan duurt het maar wat langer. Maar ik vind dat je de vrijwilligers van de participatieraad niet op zo'n manier... Nou, ja, ik moest daar even een goede, nette Nederlandse bewoording voor zien te vinden. U mag hem zelf bedenken. Dus dan, wat mij betreft, dan stellen we het nog maar 14 dagen extra uit. Maar ik vind het advies van de participatie hoort er gewoon bij. Oké, meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik heb twee vragen die voortkomen uit de beantwoording van de wethouder. De eerste is eigenlijk al gesteld. Het advies van de participatieraad werd ik ook even doorgetriggerd. Dank dus aan de collega's van de ChristenUnie met het stellen van die vraag. Maar ja, dan gaat uiteindelijk de gedachte wel ernaar uit van wanneer gaat dit dan in de besluitvorming. Kan de wethouder daar eventjes een duiding op geven. En met betrekking tot de respijtzorg, ja, toch een dingetje van onze partij al een enige tijd. U geeft aan te gaan onderzoeken zodra wij goedkeuring geven aan dit plan, wat en hoe met betrekking tot dat onderwerp. Hoe gaan we de spijtzorg in deze gemeente vormgeven? Er werd ook volgens mij al een keer een vraag gesteld hierover aan mijn linkerzijde ergens. De termijn van wanneer kunnen we dan verwachten dat er een duidelijkheid is over hoe gaat die respijtzorg eruit zien en ook in welke intensiteit gaat dat plaatsvinden? Kunt u daar nog wat duidelijkheid over geven op dit moment? Ik dank u wel, meneer Rommond. Meneer Brink. Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn laatste puntje gaat eigenlijk ook alleen maar over de rol van de participatieraad. En ik zit er toch wel iets anders in. Want natuurlijk is het zo dat mijn fractie veel waarde hecht aan de rol die de participatieraad heeft bij dit soort stukken en besluitvormingen. En natuurlijk hecht de CDA-fractie waarde aan het volgen van formele procedures. Alleen als ik in het kopje communicatie lees, dan lees ik dat de participatieraad voor een deel betrokken is bij de plannen. Dat zij daar positief tegen aankijken. En ik hecht heel veel waarde aan het feit dat we nu maar eens aan de gang gaan met het uitvoeringsplan. Dus als we het hebben over tijd en belangen, dan vind ik wel het belangrijk dat wij tijd en uitvoering goed met elkaar afwegen. En ik zou het heel jammer vinden als de besluit van de participatieraad, wat hier min of meer al staat, ik ga er dan wel vanuit dat er een representatieve afvaardiging geweest is, voorzitter, maar dat we dan ook maar eens aan de slag gaan. En ik wilde eigenlijk wel het beeld een beetje geschetst hebben van de wethouder, van wat is nou het gevolg in tijd, als wij nu een traject ingaan van een formele besluitvorming van de participatieraad. Tot zover. Dank u wel, meneer Brink. Meneer De Vent. Dank u, voorzitter. Nou, meneer Kloekers, dank voor uw reactie. En wij gaan ons uiterste best doen om die 100% alsnog te halen. Ja, even over de participatieraad. Ik denk dat ik even, wij gaan even een ruggespraak houden met de participatieraad, want die zijn natuurlijk ook betrokken geweest bij dit hele verhaal. Dus het is niet zo van het begint allemaal opnieuw en er moet nog een heel traject aan vooraf gaan. Ik ga kijken of we kwaliteit, zorgvuldigheid en snelheid een beetje bij elkaar kunnen houden. Dus dat is de oproep volgens mij, meneer Brink, die u ook doet. En dat gaan we proberen pragmatisch te doen, maar wel in een goede, op een goede, zorgvuldige wijze. Dus ik ga niet mensen een mes op de keel zetten, zeg ik maar even heel plat. Dus ik laat het maar even bij ons hoe we dat gaan doen. En u krijgt daar voor zo snel mogelijk van ons een reactie op. Of dat betekent dat we dat over 2 weken wel of niet kunnen vaststellen of eventueel er nog iets later. Maar ik hecht nogmaals wel aan die 3 uitgangspunten. En nogmaals, het is ook niet allemaal nieuw, want dit hebben we hebben de participatie daar ook nadrukkelijk betrokken in dit traject. Dan, ja, meneer Rodemant, de respijtzorg is een onderwerp wat ook al vaker aan de orde is geweest. Ook, volgens mij ook in de gesprekken die zijn gevoerd. Ja, daar wordt ook wel heel verschillend over gedacht. En ik hecht er wel aan om met elkaar goed te kijken naar de goede definitie daarvan. En vooral te kijken van welke infrastructuur is er al rondom respijtzorg, want die is er ook op dit moment. Dus misschien kunnen we, als ik u daarmee geruststel, eens kijken, in beeld brengen wat er nu al is. Maar nogmaals, de verdere uitbreiding, vergroting van het gebied of de behoefte, dat ligt toch met name ook bij het mantelzorgnetwerk. En de voorzichtigheid waarmee het hier opgeschreven is in het plan geeft ook wel aan
dat ook alle betrokkenen die bij deze gesprekken zijn geweest, daar zelf ook nog wel zoekende naar zijn. Dus ik heb daar niet een pantklare oplossing voor. Ik zie wel mooie voorbeelden elders in de gemeente, ook in Drenthe bijvoorbeeld, weet ik, in de buurt van de Wolde. Maar dat is ook per gemeente soms heel erg verschillend. Dus ik zeg u toe, we gaan eens even kijken wat er nu al is. Maar dit is toch wel een onderwerp wat meer aandacht en verdieping verdient in een komende periode, zodra het mantelzorgnetwerk is gestart. En natuurlijk, kijk, het is ook niet zo dat we gaan wachten morgen, want alles wat we nu al doen rondom mantelzorgondersteuning, dat gaat gewoon door, hè. Dus laten we ook niet doen alsof nu alles on hold staat of zo. Alle activiteiten die we nu al hebben, gaan gewoon door. Alleen we gaan het in de komende tijd wat anders organiseren en bij elkaar brengen, omdat we dan hopen en denken dat effectiever te kunnen gaan doen. Dus dat is even mijn reactie op de tweede termijn. Dank u wel. En daarmee ga ik ervan uit dat alle vragen gesteld zijn. Rest mij nog één vraag. Moet dit een hamerstuk worden of een bespreekstuk? Toch wel, ja. Ja. Dan wordt het een bespreekstuk. Oké, gaan we over naar het volgende onderwerp. Het beleidsplan Leven zonder geldstress. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Oké. Rode mond. Dan begin ik nu eens bij meneer Van der Grampel. Even schakelen, dank u wel, voorzitter. De fractie van de ChristenUnie kan instemmen met de hoofdlijnen van het nieuwe beleidsplan 2018-2020. Gelijk maar het dictum, dan is daar helder en duidelijkheid over. Het plan sluit goed aan bij het vorige beleidsplan armoede, maar toch nog enkele vragen aan de portefeuillehouder. Bij beslispunt 1 gaat u gerichte campagnes en acties inzetten op moderne media. En bent u tevreden, ik citeer even, als u met de campagnes mensen bereikt die tot nu toe niet zijn bereikt. Maar ik vind het wel erg algemeen en vaag. Kunt u dit wat concreter maken? In het plan staan weinig tot geen effecten die u wilt bereiken. Ik noem even bij beslispunt 2 de inwoner in zijn kracht zetten met mobility mentoring. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar wat zijn nu concrete effecten die u in de praktijk wilt zien? En bij welk aantal of welk percentage bent u tevreden? En tot slot de vraag of u aan de Raad halverwege de looptijd, bijvoorbeeld bij tweede BERAP 2019, ons zou willen informeren over de bereikte resultaten. Tot zover. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik nu naar meneer Klokhorst. Ja, dank u. Ik kan het heel kort houden. Ik mis hier eigenlijk het advies van de participatieraad. Verder kan ik prima leven met het stuk. Oké, dank u wel. Meneer Bakhuis. Ik ben iets langer van stof, voorzitter. Als fractie van CDA zijn we heel blij met dit voorstel. Het voorstel dat opnieuw laat zien dat gepoogd wordt hoe inwoners van onze gemeente niet aan de kant hoeven te staan. Maar dat er meedoen aan alle kanten omarmd wordt door structureel beleid. Onze fractie wil dan ook graag de waardering uitspreken aan het college voor dit mooie voorstel. Dat ons inziens het hart raakt van een sociaal-democratisch beleid. Het stuk geeft een duidelijke terugblik op wat de afgelopen jaren is bereikt. En hoe bij de uitvoering gebruik is gemaakt van partners zoals Eurowijzer. En het onderwijs als het gaat om preventief beleid. Het geeft ook een mooie vooruitblik over de ambities die gesteld worden. En in dat opzicht sluit ik aan bij de vorige vragers die zeggen van hoe krijgen we de effecten in beeld. En als ik me nou niet vergis, dan krijgen we een monitor van een sociaal domein. We krijgen een monitor van de mantelzorgers. En we krijgen een monitor over dit stuk. Misschien dat we nog wat op elkaar kunnen afstemmen met drie verschillende monitors. Als CDA-fractie hebben we de volgende vragen. In hoofdstuk 2, waarin iets staat over de armoede in Hardenberg, lezen we over het bereik van de minima-regelingen. We zien dat Hardenberg ongeveer gelijke tred houdt met het landelijke gemiddelde.
Maar hoe moeten we dit interpreteren? Een landelijk gemiddelde hoeft immers niet de norm te zijn. Zijn er bijvoorbeeld ook percentages bekend van gemeentes die vergelijkbaar zijn met Hardenberg? Op pagina 13 van het stuk staat genoemd dat in 2019 de expertise is opgedaan ten aanzien van een methodiek van mobility mentoring. Het beleidsplan en de uitvoering gaat over de periode van 2018-2020. De periode van toepassen van die kennis lijkt dus relatief kort. In hoeverre kan dit gevolg hebben voor de te bereiken effecten? En in dit stuk lees ik ook weinig over de rol van de samendoenteams. Misschien dat ik voor de portefeuillehouder dit nog wat kan toelichten, wat hun rol zou kunnen zijn ook in het bereiken van deze doelgroep. En als laatste een vraag en wellicht een suggestie, maar misschien wel een pleidooi. Ten aanzien van pagina 5. Werken heeft positief effect. Op deze pagina wordt ingegaan op het effect van werk. Een citaat: hoewel het niet zo is dat inwoners die vanuit een bijstandssituatie gaan werken er financieel altijd op vooruit gaan, wil de gemeente Hardenberg werken stimuleren. Niet alleen de financiële prikkel moet een reden zijn tot werk, het gevoel nuttig bezig te zijn, jezelf te ontwikkelen en waardering te krijgen voor wat je doet, zijn voordelen die we niet moeten vergeten om inwoners aan het werk te krijgen en te houden. Werk en er toch financieel niet op vooruit gaan, zal, verwacht ik, te maken hebben dat mensen een baan krijgen die net boven een inkomensnorm komt, daardoor kwijtscheldingen en toeslagen missen, zodat ze misschien een minder netto besteedbaar inkomen overhouden dan toen ze in de bijstandssituatie zaten. Wat zou het mooi zijn, voorzitter, dat als mensen die vanuit een bijstandssituatie werk vinden, er wel financieel overuit gaan. Zou het een overweging zijn om wat betreft de regelgeving hier een aansluiting te zoeken bij het raadsvoorstel dat ging over alle kinderen mogen meedoen. In dit voorstel konden immers inwoners gebruik maken van het fonds dat op basis van het netto besteedbaar inkomen tot de grens van 110%. Op 25 november is er het symposium over basisinkomen. We hebben ons voorstel alle kinderen mogen meedoen. Mooie initiatieven met het doel om inwoners die nu in een situatie van armoede leven, nieuwe kansen te geven op een leven zonder stress. Werk geeft zin aan het leven, zeker. Geld maakt niet gelukkig, ook waar. Maar of werken zonder er financieel beter van te worden mensen uit de stress haalt, ik weet het niet. Daarom een oproep aan de portefeuillehouder of hij de mogelijkheden zou willen onderzoeken dat mensen die vanuit een bijstandssituatie komen en die werk vinden er ook in hun portemonnee beter van worden. Graag een reactie. Oké, dank u wel, meneer Pakhuis. Dan meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Allereerst complimenten voor het stuk. Het is een mooi stuk met ook een mooie, doch nog niet zo meetbare ambitie. Ik ben echter niet zo van dat meten is weten. Ik denk eerder in maatschappelijke effecten en zie wel dat we hier een goede weg mee inslaan. Toch ook, net als de voorgaande sprekers, een aantal vragen nog over dit stuk. Wat ik heb gemist lezende het stuk is de verbinding met andere beleidsterreinen, omdat je ook ziet dat armoede vaak gepaard gaat met andere problemen, psychische problemen, huisvestingsproblemen en anderszins. Kan de portefeuillehouder hier wat meer duiding op geven van hoe zien we dit in het kader dus van meer algemeen beleid richting onze inwoners met een krappe portemonnee, om maar wat te noemen. Daarnaast was er de suggestie om een aantal schulden af te kopen voor jongeren. Suggestie zou ook kunnen gelden voor het afkopen van schulden voor iedereen die te maken heeft met armoede. Dat heeft natuurlijk wel een kostenplaatje bij zich, maar kunnen we misschien even kijken in ieder geval naar het effect wat dat oplevert, zodat we daar een afweging in kunnen maken. En tot slot, voorzitter, nog vragen over het betrekken van eigenlijk wat voorzienbare partijen in deze problematiek. En dat doel ik met name op de nutsbedrijven, elektriciteit, gas, water, etc. Worden die betrokken en zo nee, waarom niet? En ik denk ook eigenlijk aan een bedrijf zoals de Weekamp, toch afkomstig uit dit gebied.
en misschien ook wel een bekende partner voor ons, die ook vaak te maken heeft met mensen met schuldproblematiek. Kunnen we met hen nog wat beter zaken doen, zodat we in de preventie, maar ook in de repressiesfeer het een en ander kunnen doen voor de mensen met een armoedeprobleem? Daar wilde ik het nu even bij laten. Dank u wel. Meneer Reiling, tot slot. Ja, dank u wel, voorzitter. Even een paar vragen. Bladzij 9 lees ik dat er voor zelfstandige ondernemers nog vaak moeilijkheden zijn om daar hulp aan te kunnen verlenen. Ben ik gisteravond toevallig nog bij een bijeenkomst geweest van de LTO, waar met name de verborgen armoede bij agrariërs. Ander item is dat kinderen niet in de knel mogen komen. Ik verwacht eigenlijk maar één antwoord en dat is ja. Ik neem aan dat hier dan maatwerk gemaakt wordt. Dat niet het feit dat iemand zelfstandig is en kinderen die in de knel komen, dat die kinderen daardoor gedupeerd worden. Goed, dan het volgende punt. Dat is wat ik in het vorige agendapunt ook al heb benoemd. Dat is die 25% die opgaat aan de kosten voor de beschermbewindsvoering. Dat ligt wel erg hoog. Dat pleit eigenlijk nog veel meer voor preventie, zou ik haast zeggen. Daar zouden we dan weer een heel stuk winst kunnen boeken. Eigenlijk een technische vraag, maar die kwam vanmiddag pas bovendrijven. Het bedrag van die 304.186 euro, die zien wij niet terug in de tabel nummer 17. Maar die mag u wat mij betreft ook schriftelijk afhandelen. Wanneer zijn we tevreden? Als in 2020 alle communicatie en formulieren vanuit de teams werk en inkomen, schuldverlening in eenvoudig en begrijpelijke taal zijn, zodat elke inwoner ze begrijpt en dit geen drempel meer vormt. Dat zou volgens mij voor alle formulieren van de gemeente moeten gelden. En waarom leggen we die ambitie niet op de zomer van 2018? Kom op. Dan in 2020 hopen we dat het startpunt geldzaken door 25% van de inwoners meer bezocht en gezocht en gevonden kan worden. Dat zou eigenlijk ook voor de eurowijzer kunnen gelden. Vanuit de praktijk hoor ik toch signalen dat de eurowijzer nog te weinig gevonden wordt voor de mensen die het moeten hebben. En dan de inwoners niet meer uitsluiten voor de schulddienstverlening als zij wederom aankloppen voor de hulp. Op het moment dat iemand een GKB-traject heeft afgerond van 3 jaar, ja, dan wordt hij eigenlijk weer aan zijn lot overgelaten. En ja, dan zou je draaideurcliënten kunnen krijgen. Dan kunnen ze 2, 3 jaar kunnen ze excusez-moi een beetje aanmodderen en dan zijn er weer heel veel schulden en gaan ze weer het traject in bij de GKB. Zou je niet veel beter een soort vangnet kunnen creëren waardoor die mensen die uit dat traject komen, je moet het op vrijwillige basis, maar aan de hand kunnen houden, zodat je dat er kunt voorkomen dat ze weer in de schulden geraken. Dan nog een vraag over de collectieve zorgverzekering. In de gemeente Twenterand is een regeling uitstroom bijstandsgerechtigden. Om te zorgen dat de mensen die problemen hebben met de betaling van de zorgpolis niet weer geconfronteerd worden met boetes en opstapelende kosten. Daar zijn dan regelingen voor waarbij dus het bedrag wordt afgekocht en men 3 jaar dit kan doen. Nou, eigenlijk zou dit een prachtige aanvulling zijn op de collectieve zorgverzekering. Op nu.nl hebben we gelezen dat er voor mensen met een psychische aandoening, ook heel veel mensen die dus daardoor in een geldprobleem komen, of financiële problemen komen, de staatssecretaris heeft daar 3,5 miljoen beschikbaar voor gesteld voor verbetering van de samenwerking GGZ, UWV en de gemeenten. Kunnen wij ook iets uit die ruif halen? Er is 3,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dat was mijn laatste vraag. Dank u wel, meneer Reiling. Meneer De Vent. Dank u, voorzitter. Allereerst dank voor uw complimenten voor het mooie document zelf. Vind ik zelf ook mooi overzichtelijk, want het is een schuldenhulpverlening. En financiële problematiek is een heel ingewikkeld, complex veld waar we maar voor een deel invloed op hebben. En als je dan toch in staat bent
om daar toch een pakkend instrumentarium van te maken. Heel erg breed gericht op de samenleving. Hè? Dus niet alleen onze mensen met bijstand, maar eigenlijk iedereen. Ook ondernemers, kom ik zo nog op terug. Dan hebben we dat volgens mij mooi vorm gegeven. En er gebeurt best al heel veel in deze gemeente. Dus ik geef de complimenten graag terug aan de adviseurs in mijn organisatie op dit terrein. Die er dagelijks heel erg druk mee zijn, maar ook mooie resultaten bereiken. Dus compliment voor de organisatie, zou ik willen zeggen. Dat geef ik graag door. En u heeft ook gezien dat u vanavond dat u dit mooie krantje heeft gezien. Het is nog helemaal nieuw. Maar het is eigenlijk een samenvatting, omdat het zoveel informatie is. Zeg maar van, dit is eigenlijk een samenvatting van ons hele beleid. Wat we voorstaan. Als u dat tenminste vaststelt over 2 weken. Dus dat geef ik graag door. En nogmaals, schuldhulpverlening, financiële problematiek is aan de orde van de dag, zeg ik maar eventjes. We komen heel vaak gevallen tegen van mensen die toch te laat aankloppen, omdat er toch een taboe op zit, op schuldproblematiek. Dat is nog een keer zo. Het laatste wat je doen wilt, ik was vorige week nog bij een bijeenkomst van de woningcorporatie, en dat ging over huurschulden. En toen heb ik ook gezegd, want er werd ook naar mijn mening gevraagd, gezegd van ja, als iemand met huurschuld komt, dan is er vaak al een berg aan andere schulden. Want het laatste wat je wilt, het laatste wat je wilt is eigenlijk dat je je huis verlaat. Nou, dat moeten we ten alle tijden zien te voorkomen. En om een voorbeeld daarvan te geven, we hebben laatst ook te maken gehad met een dreigende huisuitzetting van een gezin met kinderen. En als je het formeel de procedures volgt, dan kun je zeggen, eigen schuld, dikke bult. Hè? Maar zo werkt dat dus niet. Want dan denk ik, zeg ik tegelijkertijd, want dat was wat meneer Reiling volgens mij opmerkte, van kinderen, hè? Als er kinderen in het geding zijn, dan moet je dat alle tijden zien te voorkomen. En ben je dan als samenleving, als gemeente, als corporatie, als samendoenteam, als GKB, als eurowijzer, in staat om met elkaar dat te voorkomen? Hebben we dan alles eraan gedaan om dat te voorkomen? Dus we hebben aan de hand van dit voorbeeld koppen bij elkaar gestoken. En zo werkt dat ook in de praktijk. Hè? Want door de praktijkervaring leer je dus elke dag weer om je, zeg maar, om je aanpak te verbeteren. Hè? Want dit is een mooie blauwdruk, maar het gaat elke dag kan er iets gebeuren waardoor je zegt van ik moet toch iets gaan schuiven in mijn aanpak. Dus we hebben gezegd, we gaan hiervoor een beleidsregel ontwikkelen. Daar komen we nog een keer bij u op terug. Want ik vind eigenlijk, daar waar sprake is van kinderen in een gezin, dan ga je niet over tot huisuitzetting. Dat is een harde uitspraak. Maar dit is wel eentje. Hetzelfde als het gaat om kinderen, hebben we ook gezegd. Kinderen tot 18 jaar groeien schuldvrij op. Ja, als je daar goed over nadenkt, dan zeg je, oké, dat is nogal wat. Komt dat veel voor in onze gemeente? Zou ook een vraag kunnen zijn. Nou, gelukkig, tot nu toe, niet. Maar door de verleidingen van de markt, alles wat ons dagelijks wordt aangeboden, wat we wel of niet ongewild naar binnen krijgen, zeg ik ook via de media en het internet, kan het zomaar een keer gebeuren dat je dat overkomt. En daar moet je dan ook iets mee doen. Dus we hebben gezegd, als we dat zien, dan gaan we het toch proberen. En dat voorbeeld hebben we ook gezien in andere steden, hè, met name in de grote steden. Er zijn ook gemeenten geweest die hebben schulden afgekocht. Maar dan moet je wel heel goed weten wat je doet. En je moet er ook iets tegenover stellen. Want we hebben ook gezegd, als we iets voor de jongeren gaan regelen, dan verwachten we ook een tegenprestatie in de zin van dat iemand meewerkt aan het traject. Het kan niet vrijblijvend zijn en zeggen, gemeente lost het even op en ik ga weer rustig door. Dus je verwacht ook iets van die inwoner zelf. Want uiteindelijk is elke inwoner, ongeacht leeftijd, en dan heb ik het niet over 12 jaar, maar ook 18 jaar en ouder, zelf verantwoordelijk ook voor de keuzes die hij natuurlijk maakt. En nogmaals, schuldproblematiek is een hele ingewikkelde, kost de samenleving miljarden jaarlijks. Ik weet niet of u dit laatst hebt gelezen. We hebben het in de Tweede Kamer ook nog behandeld. Maar ik heb wel eens laatst gehoord dat het per inwoner in Nederland om €700 gaat. Per inwoner. Reken dat maar eens uit in geld. Dan zit je in de miljarden. Nou, als ik kijk dat 1 op de zoveel huishoudens, zeg maar, heeft te maken met problematische schulden. En als je dat dan weer vertaalt, zeg maar, naar Harenbergse begrippen. Nou, dan zouden we ook hier meer moeten zijn dan we nu in beeld hebben. Dat zeg ik dan maar. En dan kan ik wel heel gemakkelijk roepen als portefeuillehouder van nou, we hebben er veel minder. Hè? Maar dat vind ik geen vergelijk. Want er zijn volgens mij is er ook nog veel verborgen armoede. En ik vind dat je daar als gemeente je ook vooral moet gaan richten. De
de mensen die we in beeld hebben in al die trajecten, die gaan we helpen. En gelukkig zijn we ook in staat om die mensen weer perspectief te bieden. Want ook de trajecten via Eurowijze, maar ook via de GKB, want ik heb vorige week ook met de directeur van de GKB gesproken, en die zei ook van 70% van de mensen die wij begeleiden, die komen uiteindelijk weer schuldenvrij uit dat hele traject. En die blijven ook schuldenvrij. En dat geldt dus niet voor iedereen. Daar kom ik straks nog op terug. Dus dat even als inleiding. Ik wil even een lange inleiding, maar ik vond hem wel even belangrijk om hem te plaatsen, voorzitter. Want nogmaals, als gemeente hebben we wel die wettelijke taak, maar hebben we op het hele complexe veld van schulden een beperkte invloed, omdat we ook heel veel andere partijen nodig hebben om daar iets mee te doen. Dan ga ik naar de beantwoording toe. Ja, meneer Van der Grampel, terecht dat u zegt van ja, die campagne, de vorm van communicatie is een beetje algemeen, sociale media en dergelijke. Ja, natuurlijk gebruiken we die ook, want dat is ook voor verschillende doelgroepen, denk aan jongeren, vaak toch wel een middel om ze snel te kunnen bereiken. Maar tegelijkertijd zeg ik daar ook bij dat we ook ons moeten richten op mensen die die media niet gebruiken. Sterker nog, die misschien laaggeletterd zijn. En ik weet uit ervaring, en die cijfers heb ik ook van de GKB, dat ongeveer 60% van de mensen bij de GKB te maken heeft met een vorm van laaggeletterdheid. Ja, die kun je van alles aanbieden met slimme technologie, maar dat gaat het niet worden. Dus je zult daar ook in je hele basale vaardigheden en kennis wat mee moeten doen. Dus daar richten we ons ook op. Maar we hebben gezegd, de communicatie moet wat ons betreft wel heel breed zijn. Het is een moderne techniek. Maar vooral ook gericht op de mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Hè? Laten we in dit geval ook even rekenen meenemen voor het gemak. Ja, de effecten van mobility mentoring. Wij zijn de tweede gemeente die dit invoert. Daar zijn we ontzettend blij mee. Ik hoor ook hele positieve verhalen terug van mensen die nu deelnemen aan de training. Dat zijn onze de mensen in de organisatie. Hè? Want die worden getraind om straks mensen sneller weer zelfstandig te kunnen maken in een traject. Ja, en de effecten, dat vind ik is nu nog wel moeilijk meetbaar. Kijk, ik ga ervan uit, als dit een succes is en wordt, dat wij onze cliënten sneller uit die schuldsaneringstrajecten kunnen krijgen. Want op het moment dat ze in een schuldsaneringstraject zitten, dan heeft het vaak een wat langere duur. Maar door veel eerder met ze in gesprek te gaan over eigen kracht en ze te ontzorgen en te belonen af en toe, hè, want u heeft dat kunnen lezen in dit stuk, ben je in staat om ook eerder stappen te kunnen maken naar bijvoorbeeld het werk wat meneer Bakhuis voorstaat. Dus de effecten zullen we op langere termijn pas kunnen meten. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we met die hersenstress, hè, want het gaat om stress in je brein, zeg ik altijd, hè, dat we daar wat mee moeten gaan doen. Want als we hier niks aan doen, dan zijn we eigenlijk alleen bezig om gaten te dichten en lossen we het probleem niet op. Dus ik ben erg enthousiast over de methodiek en ik hoor nu al in de praktijk, want de mensen die nu getraind worden, passen dat nu ook al toe in de praktijk, dat het inderdaad ook al nu wat lichte effecten heeft. En ik hoop straks dat heel veel mensen zijn getraind, dat we kunnen zeggen, nou, uiteindelijk heeft het geleid op lange duur tot minder instroom. Dus op lange termijn effecten, en dat is ook goed, denk ik, straks om nog even terug te komen op de sociale monitor waar u op duidde. Halverwege de raad, ja, het lijkt me prima om bij de tweede BRAP, hè, zei u 2019, u te informeren over waar we nu staan. Want we hebben een mooi actieplan uitgestippeld, de beslispunten, de actiepunten, om dan per punt ook eens te kijken van wat hebben we dan bereikt met elkaar. Meneer Kloek was nou volgens mij, het advies staat daarbij van de participatieraad bij de stukken. Tenminste, ik heb hem wel gezien, maar ik weet niet of ik de enige ben dan. Want dan is er iets misgegaan. Ben ik de echte enige? Hij zit bij de. Dan is het maar niet in jullie systeem dan waarschijnlijk. Dat is wel bijzonder, want. Wat gebeurt dat vaker? Okay. Heb ik dat goed gehoord? Okay. Ja, nee, maar dan is het wel goed, want dat jullie alsnog krijgen. Want ik had hem gewoon ook bij de stukken. En volgens mij staat hij wel ook wel in het algemene raadsinformatiesysteem. Als je op harenberg.nl gaat, dacht ik. Maar goed. Maar wij zorgen dat u hem krijgt. En we hebben. Nee? Nou, dat is ook wat. Ik heb wel minpuntjes naar de P-raad vanavond, volgens mij, of niet? Ja.
Maar gelukkig kunnen we wel goed met elkaar overweg. En dan weten we ook alweer tot overeenstemming te komen, hoop ik. Maar ik zorg dat u die krijgt. En een van de opmerkingen vanuit de participatieraad te doen, neem ik toch gelijk maar even mee, want anders dan hoeven jullie die vraag ook niet meer te stellen. Was ook van, we missen af en toe nog wat de actiegerichtheid zeg maar, in het plan. We hebben toch geprobeerd om dat wel goed te vertalen aan de hand van beslispunten en actiepunten. Dus ik denk dat er in de uitvoering al heel veel gebeurt, maar het is wat moeilijk om dat onder één noemer te brengen. Maar u krijgt me toegezonden. Meneer Bakhuis, dank voor uw waardering. De sociale monitor zal inderdaad, wat mij betreft, kijk, ik ben niet van plan om straks voor elk domein een monitor te ontwikkelen, want dat wordt helemaal gek met elkaar. Dat moeten we niet willen. We willen juist één sociale monitor. Dus ook de effecten van armoede, maar die zitten volgens mij al in hoor. Want die hebben we ook al eens een keer gepresenteerd gekregen. En u krijgt volgens mij volgende week daar weer een presentatie over. Dan zit die daar wel in. En ik heb ook gezegd, ik wil mantelzorg daar ook bij betrekken. Je kunt hem ook in die zin steeds aanpassen zeg maar, aan de wensen die we zelf met elkaar formuleren, ook bestuurlijk. Minima regelingen, het bereik, of dat nou een goed vergelijk is, dat is wat lastig om te zeggen. Dat enige vergelijk die wij kunnen treffen, is dat via percentages te doen. Het zit hem ook een beetje in de aanpak en in de vorm van communicatie, soms ook in de grootte van de doelgroep waar het om gaat. En dat kan ook per gemeente verschillen zijn, dus dat zegt ook wel iets van bereik. Kijk, wat wij willen, is natuurlijk dat er een maximaal bereik is. Hè? En daar zitten we ook, u heeft kunnen lezen in de stukken zelf, dat we hebben gezegd, we willen ook gaan starten met een pilot van automatische toekenning. Dat is een heel andere. Dat staat in een stuk. We hebben ook gezegd, doen we niet gelijk voor alles en iedereen. We willen eerst eens kijken hoe dat werkt en of mensen daar ook echt gebruik van gaan maken, op een goede manier gebruik van gaan maken. Hè. Dus we starten met een groep bijstandsgerechtigden, dat is ook het doel om dat automatisch te gaan toekennen. En dan gaan we in de loop van de tijd volgen wat dat voor effect heeft. En dan denk ik dat het bereik veel groter is. Bovendien, als ik kijk zeg maar, naar de kleinsmaakgelden, dat heeft u kunnen lezen volgens mij vorige week. Daar hebben we bij de meedoendag, waar we toen met elkaar over gesproken hebben, gezien. U krijgt dan nog informatie over welk prachtig bereik we hebben gehad door het zo'n dag te organiseren. Er zijn heel veel gezinnen geweest met kinderen. En dan heb je in één keer een veel groter bereik dan wanneer je dat op basis van aanvragen doet. Dus er zijn best wel slimmere methoden. Waarvan ik ervan overtuigd ben dat we dat bereik nog veel hoger kunnen realiseren met elkaar. Maar ik denk in de algemene zin, tot nu toe, door blijvend te communiceren, ook via de samendoen teams, via sportverenigingen, via cultuurorganisaties, dat we al die regelingen, ook de Stichting Veg voor Jeugd, zeg maar goed in beeld hebben. Maar het is uiteindelijk wel aan mensen zelf of ze dat ook willen. Ik kan dat niet opleggen. We kunnen alleen zorgen dat het beschikbaar is als ze dat willen. De samen doen team speelt natuurlijk wel een hele essentiële rol. Ik heb net het voorbeeld verteld, volgens mij, van een dreigende huisuitzetting. Daar hebben we ook samen doen natuurlijk direct bij gehad. Dus in die voorportaal, het voorportaal, speelt samen doen een hele essentiële. Want heel veel vraagstukken die we krijgen vanuit samen doen, hebben toch ook een financiële basis of problematiek als basis. Ja, dan moet je snel kunnen schakelen. Dan hebben we gelukkig de beschikking over goede organisaties die ook snel kunnen handelen. Ik denk ook aan Eurowijzer, daar kom ik zo nog even op terug, maar ook aan Humanitas. Want wat je wilt, is dat we de middelen die we nu jaarlijks kwijt zijn, en het gaat om veel geld, hè, wat u heeft kunnen zien, uiteindelijk zit hier ruim 2 miljoen in. Hè. En dan hebben we nog maar een stukje van de ijsberg, zeg ik wel eens. Als je dat ziet, dan wil je dat die middelen zoveel mogelijk preventief worden ingezet. Kijk, want zolang iemand nog in budgetbeheer zit, zit hij nog niet in een definitieve schuldsanering. Ja? En dat moet je zien te voorkomen met elkaar, want dat zijn hele dure kosten. En bewindvoering is een heel duur traject. Dat heeft u kunnen zien. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar daar hebben we maar eigenlijk amper invloed op. Want als iemand een beroep doet op de rechter en voor bewindvoering, en die rechter zegt, misschien in 2 of 3 minuten, maar zo gaat dat in de praktijk, hè? Dossier beoordelen en die zegt van oké, bewindvoering. En dan is het aan de gemeente om te betalen. En ik heb er niks van te vinden. Dat is de situatie. Het enige wat nu speelt, gelukkig onder invloed van de bestuurlijke druk, ook van mijn collega uit Enschede, is dat
men nu in het kabinetsakkoord heeft gezegd dat de gemeente meer invloed krijgt op de keuze van de bewindvoering. Dat vinden we wel belangrijk. Want daar gebeurt ook van alles. Dat is een hele markt geworden. Dat zeg ik u ook erbij. Pleidooi, welk werken heeft positief effect? Ja, dat ben ik helemaal met u eens. We stellen ook alles in het werk om mensen weer economisch zelfstandig te maken. Hè? Dus sociaal zelfredzaam, maar ook economisch zelfredzaam. Maar goed, dat geldt dus niet altijd voor iedereen. En u heeft wel een mooi punt. Kijk, de schuldhulpverlening en financiële ondersteuning richt zich dus niet alleen op mensen met een bijstandsuitkering, maar eigenlijk op iedereen. Dat geldt ook voor mensen met dubbele inkomens. Daar zouden we ook nog eens een keer met elkaar over kunnen hebben. Hè, bijvoorbeeld. Want we kunnen niemand uitsluiten. De wet zegt, je moet iedereen helpen die aanklopt. Dat is de situatie van dit moment. En als je een analyse doet van wie zijn dat dan, dan zul je ook zien dat er voor een deel mensen in de bijstand zijn, deel mensen in de WW, maar ook mensen met een heel kleine AOW. Hè? Of personen die gescheiden zijn, die in één keer op zichzelf komen te staan. Maar ook mensen soms met een klein inkomen. En het voorbeeld was, stond vorige week nog in de krant van iemand, van een postbode, die nu gelukkig een baantje had gevonden na jaren solliciteren, maar alleen maar parttime kan werken, daardoor net de eindjes aan elkaar kan knopen, dan misschien weer net buiten alle regelingen valt daardoor, en dus per saldo misschien op hetzelfde niveau zit als iemand in de bijstand of nog lager. Want die iemand in de bijstand die kan die toeslagen weer gebruiken. Daar zit een geweldig groot spanningsveld. En u doet aan mij de oproep van, ja, ga eens kijken of je dat op een slimme manier kunt organiseren. Ik wou dat ik het kon. Want dan deed ik het nog morgen of vandaag misschien. Tegelijkertijd is dat dus het dilemma waar wij tegenaan lopen in de wet en regelgeving vanuit het Rijk. Hè? Want werk en inkomen is binnen het hele sociaal domein nog heel erg sterk wettelijk geregeld. Moet je dan dat maar accepteren? Dat zeg ik niet. Moet je niet nadenken over andere vormen? Ja, persoonlijk zeg ik ja. En wat gaan we daaraan doen? Daar gaan we ook mee starten door bewustwordings- en inspiratiesessies. Zoals volgende week maandag, als onder andere Rutger Bregman naar Hardenberg komt. Om zijn verhaal te houden over basisinkomen. Uitermate interessant. Je ziet in het land nu de discussie fel worden gevoerd. Dus ik denk dat wel eens een mooie basis kan zijn om ook vanuit lokale ervaringen, regionaal, maar ook landelijk, zeg maar, hier eens een vuist te gaan maken. Want we lopen tegen dit vraagstuk enorm aan. En dat geeft ook wel de tweedeling in de samenleving misschien wel aan. Meneer Rijen. Zou je vanuit de bijstand, die postbode waar we het net over had, die dus in zijn netto besteedbaar inkomen op hetzelfde niveau komt, zou je die vanuit de bijstand dan niet dat kleine duwtje in de rug kunnen geven, zodat werken wel loont? Nou ja, daar moet je heel goed naar gaan kijken, want ik ken niet alle technische regels daaromtrent over vrijladingen en dergelijke. En mag iemand iets meer verdienen als hij parttime werkt? Er zijn wel wat regels voor, maar die zijn nog te beperkt, zeg maar, om het verschil te kunnen gaan maken. Dat is waar we in de praktijk tegenaan lopen. Dus dan los je het wel tijdelijk eventjes op. Maar als die postbode jarenlang gaat werken, op diezelfde basis, dan wordt het weer niet. Dus ik ben veel meer op zoek naar structurele oplossingen op dit terrein. Maar dat heeft ook alles te maken met onze hele toeslagenindustrie, zeg maar, die daar ook nog een rol in speelt. Dus het vraagstuk is veel groter dan dat ik hier nu in één keer kan aanpakken. Ik wou dat ik die vrijheid had. Ik wou dat het kabinet zou zeggen, ga het maar lokaal regelen. Voorzitter, meneer Bakker, we kunnen die suggestie die kunnen we dus niet linken aan het plan zoals dat ligt bij de kinderen. Kinderen die allemaal mee kunnen doen aan het netto besteedbaar inkomen. Er ligt dus een wetgeving onder. Er ligt een wetgeving onder, dat klopt. Ja, en die is rigide, heel sterk. En ik heb ook niet gezien in het huidige kabinetsakkoord dat er ook maar enige beweging ontstaat. Dus we zullen met elkaar de barricade op moeten, zeg ik dan maar. Misschien klinkt het gek als wethouder, maar dat is dan wel af en toe nodig, zeg maar, om te laten zien dat het ook anders moet. Meneer Roodmond, in verbinding met andere beleidsterreinen, ik denk dat die er wel is, die staat wel verborgen in het stuk. Ik heb net het voorbeeld genoemd van de woningcorporatie waar we mee bezig zijn. Er is een speciaal project nu bij een van onze woningcorporaties om vroeg mensen met een huurachterstand, om daar heel vroegtijdig op te interveneren.
Dus dat we zeggen van we wachten niet tot iemand 3 maanden en zijn huur is niet betaald, maar na 1 maand is het naar de bel, aanbellen, aan de slag. Want dan blijkt ook vaak dat er nog wat andere vraagstukken zijn. En kun je ze beter maar in 1 keer oppakken. Qua gezondheid heeft kunnen zien in het stuk dat wij met een project komen, Gids, gezond in de stad, waarin we de verbinding leggen met de gezondheid, met de buurt- en wijkaanpak, omdat we daar ook, wij geloven ook in het principe dat het nooit 1 ding is die bepaalt wat de vooruitgang betekent, maar altijd een combinatie van wonen, leven, gezondheid, onderwijs en alles wat daarmee samenhangt. Dus we proberen wel die beleidsterreinen heel dicht bij elkaar te krijgen. Afkopen voor iedereen, ja, dat is een interessante die u neerlegt. Maar dan moet u wel zoeken naar geld, ben ik bang. En de vraag is of je dat zou moeten willen. Want ik vind dat je, kijk, ik heb gezegd van kinderen, jongeren tot 18 jaar mag je ook wel een verantwoordelijkheid verwachten, maar die is toch van anderen dan die van volwassenen, vind ik. Dus ik vind het nog wel een vraagstuk om eens goed over na te denken. Want als je, als je daar ja op zegt, nou, dan staan we nog wel voor een mega opgave. Voorzitter. En ik zal je veel meer, als ik even mijn zin mag afmaken, veel meer kiezen voor de preventieve kant. Geld stoppen in preventie in plaats van afkoopsom. Meneer Rodemond. Ik ga heel ver met u mee. Ik vroeg alleen ook maar eventjes om het effect wat beter in beeld te krijgen van het afkopen van de schulden in deze gemeente. Kijk, u zegt dat er per hoofd van de bevolking dat het ongeveer €700 kost, dit probleem. Als je dan dat vertaalt naar de Hardenbergse praktijk, dan zou je op ettelijke miljoenen uitkomen die je mogelijk dus anders zou kunnen inzetten. Dus vandaar die vraag. En natuurlijk kun je dat niet alleen en kunnen we dat zeker niet met het budget wat wij hier in de gemeente tot onze beschikking hebben. Maar het is misschien wel een interessante gedachtegang op zich om eens te kijken van wat zijn dan de effecten, zowel sociaal gezien als financieel uiteraard, wat dat betreft. Link ik gelijk eventjes, als ik mag, voorzitter, dat aan de andere opmerking die u ook waarschijnlijk meeneemt in de beantwoordingen. Dat is het betrekken van andere partijen, wat u net ook al een beetje benoemde. Is kijken van de preventiesfeer en dergelijke. Kunnen we dan die partijen, zoals de nutsbedrijven en bijvoorbeeld de postorderbedrijven, en ik noemde specifiek de Weekamp, daarin ook betrekken? Ik was nog niet bij de beantwoording van uw vraag, dus dat komt zo nog. 2 keer dezelfde vraag, als het ware. Ja, klopt. Maar dat is misschien wel goed om te vermelden, want het is wel een terechte vraag die u stelt. We hebben een jaar of 5 geleden een keer voor de raadsleden die toen waren een symposium georganiseerd, waarin ik toen al die partijen heb uitgenodigd, ook een postorderbedrijf, een notaris, een bank, iedereen die met geld en met geldproblemen heeft te maken. Ook een ondernemer die kwam vertellen hoe dat in zijn bedrijf werd georganiseerd, de aanpak en de ondersteuning. En toen hebben we ook met elkaar vastgesteld, ja, we hebben allemaal een vraagstuk en iedereen doet het voor zichzelf en we lossen eigenlijk niks structureel op. Moeten we niet toe naar een laagdrempelig meldpunt? En daar is toen uit de eurowijze ontstaan, vanuit dat symposium. Terecht dat u dat zegt als het gaat om nutsbedrijven. U mag ook best weten dat wij in overleg met de woningcorporatie ook via die weg weer in overleg zijn getreden met de nutsbedrijven. Maar daar is de bereidheid om daar in vroeg signalering of aanpak of afkoop iets te doen, is er niet. Die zeggen gewoon van ja, we hebben een mega grote vraag. Zoveel duizenden klanten, we gaan hier niet nog eens een keer een apart project op zetten. Dat is ons doel ook niet. Daar zijn we ook niet voor in het leven geroepen. En dat is natuurlijk wel, zakelijk gezien snap je dat, maar persoonlijk gezien levert het vaak heel veel ellende op in verband met afsluitingen en alles wat daarmee gemoeid is. Wat er nu wel speelt, en dat vind ik wel interessant om te noemen, die staat nog niet in dit stuk zelf, is dat de Stichting Bureau Kredietregistratie, BKR, die kent u misschien wel, misschien liever niet, maar die bestaat wel. Die heeft nu gezegd van ja, we willen eigenlijk toen een experiment in het land waar het hierbij over gaat. Dus dat we samen met corporatie, energiebedrijven, zorgverzekeraar en gemeente kijken of we naar een vorm van vroegsignalering kunnen. Nou, ik vind het mooi dat het uit die hoek komt en niet uit onze hoek. Want volgens mij heeft die club nog wel wat invloed, want die gaan ook over die gelden. Dus wij gaan daar ook mee bezig in de uitwerking verder van ons plan om te kijken of we in het kader van vroegsignalering, preventie, de handen in één kunnen slaan voor Hardenberg. Meneer Rond.
één aanvullende vraag op dat punt, en dan met name dus die nutsbedrijven. Zou ook kunnen zeggen van ja, we richten ons beleid zo in dat wij het dat wij vinden dat iedereen in ieder geval recht heeft op licht en warmte in zijn eigen woning. En dat heeft natuurlijk wel een bepaald beeld ook richting je inwoners en ook richting de problematiek die hieronder ligt. Is dat nog een idee? Dat is mooi om mee te nemen in ieder geval in de discussie met die partijen. Want is het, eigenlijk zijn er wel die partijen die de knoppen omzetten of niet? Zeg ik toch maar willen zeggen. Ik niet. En dus daar ligt die verantwoordelijkheid, leggen we dan ook daar neer. En hetzelfde geldt ook voor de woningcorporatie. Met betrekking tot huisuitzetting. Hè? Dus, en kijk, en dat is het complexe van de hele aanpak van schulden. Iedereen moet alleen zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar wat gebeurt er? Als niemand dat doet, dan ligt uiteindelijk de bal bij ons. Want dan komt iedereen naar de gemeente toe. Gemeente, ik zit even fout. Ja, mag ik nu dat vangen? Dat weet ik niet. Maar. Meneer Reiling, ik ga naar uw vragen. Meneer Bakhuis. Oh, sorry. Ja. Nou, ik heb misschien nog een verduidelijkende vraag naar met name de jongeren toe. Want een stuk spreekt wel over, en u zegt het zelf ook, het schuldenvrij laten opgroeien van jongeren. De basisschool krijgt lespakketten. Maar kunt u iets wat concreter zijn over de preventieve zorg die er is bijvoorbeeld om jongeren schuldenvrij op te laten groeien in de leeftijd, ik noem maar wat, 13, 14 tot en met 17, 18 jaar? Nou, heel specifiek in de aanpak nog niet zozeer. We hebben al gezegd, we willen het gewoon als keiharde ambitie uitspreken. Dat vinden wij eigenlijk gewoon. En we hopen dat u dat ook gewoon vindt. En hoe we dat moeten gaan organiseren. Dat is aan ons. Dus daar wil ik ook graag ervaring mee opdoen. En dat begint natuurlijk altijd met goede informatie en voorlichting. Daarom hebben we ook in ons plan gezet. En willen juist met onderwijs aan de slag. Basisscholen hebben af en toe al eens een pakket voor. Maar met name gericht op de beïnvloedbare groep, 12 tot en met 8, tot 18 jaar. Hè, want daar zie je vaak toch de problemen ontstaan. Dus programma's die we ook doen samen met het mbo hier, maar ook met het voortgezet onderwijs, daar willen we nog meer op gaan investeren. Het budgetspel wat we geïntroduceerd hebben. En het lijkt dan misschien heel eenvoudig, maar door mensen bewust te maken van keuzes van uitgaven, ook jongeren, ik ben zelf bij zo'n spel geweest, geeft een heel ander inzicht in hoe men over geld denkt. En dus wij willen in die preventieve aanpak met name investeren. En ik hoop eigenlijk zo min mogelijk jongeren te treffen voor wie we die schuld moeten afkopen. En laten we eerst eens kijken welke ervaring we daarmee opdoen. Want misschien is het snel te organiseren, maar misschien is het ook wel heel ingewikkeld. Maar daar kom ik dan bij de evaluatie wel bij u op terug. Maar laten we gewoon uitspreken als gemeente. We willen geen jongeren tot 18 jaar die in schuld opgroeit. Als u daarmee eens bent, zou dat gewoon moeten zeggen hier. Meneer Reiling, zelfstandige ondernemers, terecht dat u dat zegt. Ik heb ook afgelopen jaren gezegd van, nou ja, ik ontmoet ook ondernemers die zeggen van ja, het kost me heel veel geld. Ik heb onlangs gelezen dat inderdaad als je het hebt over een bedrijf met bijvoorbeeld 5 werknemers die te maken hebben met financiële problemen, dat je al snel op jaarbasis dan als ondernemer €50.000 kwijt bent, zeg maar, aan allerlei kosten, verzuim, onvoldoende productiviteit, alles wat daarmee samenhangt. Dus er ligt een geweldig verscholen kostenpost voor ondernemers als het niet tijdiger wordt opgepakt. En natuurlijk is dat lastig, want als je werknemer bent en je moet naar je baas toe en zeggen van ja sorry, het gaat even niet, terwijl je misschien best een aardige baan hebt met een salaris, ja, dat is wel een hele moeilijke. Maar dat willen we wel gaan doen. En we hebben ook de uitdaging neergelegd bij onze partners van Eurowijzer om daar ook met een aanbod te komen. En dat gaan we ook binnenkort met elkaar bespreken, omdat ik vind dat daar nog een verborgen armoede zit die we niet kennen, die we misschien nou wel kunnen voorkomen door een snelle, juiste interventie. En dan is het zo dat kinderen nooit dupe mogen worden, of ze nou wel of niet tot een ondernemersgezin behoren, laat dat ook helder zijn. Dus dat onderscheid gaan we natuurlijk niet maken. Mag ik? Meneer Reiling. Nee, maar dat was in eerste instantie ook de intentie van mijn vraag. Die zelfstandige ondernemer, die ZZP'er met kinderen, daarvan mogen dus de kinderen niet gedupeerd worden. Maar u neemt al een voorzetje op Jacco Vonhoven volgende week. Die had het dus ook over werkgevers die heel vaak problemen krijgen doordat het personeel in de schulden komt. Zou via de koepel niet, voor mij mag je Nadja Nieuwman weer uitnodigen, want daar was ik super enthousiast over.
Maar ik denk als je via de werkgevers ook nog daar een stukje training zou kunnen gaan doen, ik denk dat we daar ook heel veel winst kunnen boeken. En ik heb het zelf een tijdje geleden bij een ondernemersclubje is geïntroduceerd en ik had echt een tiental ondernemers die verbaasd waren van, hey, mobile mentoring, wat is dat? Dus ik denk dat we daar, om de doelgroep te bereiken, ook nog heel veel winst kunnen boeken. Ja, voorzitter, dat is mooi dat meneer Reining het zegt inderdaad. Want ik merk ook niet alleen bij ondernemers zelf belangstelling voor dit onderwerp als het gaat zeg maar ondersteuning, maar ik merk bijvoorbeeld ook bij accountancy, dat die zeggen van, ik weet in ieder geval één groot accountantsbureau wat heeft gezegd, wij willen ook graag ervaring opdoen met mobility mentoring. Omdat wij ook onze klanten dan op de juiste en snelle manier kunnen gaan helpen. Dus volgens mij staan we nog maar aan het begin van die hele aanpak. Maar wij betrekken daar ook het veld bij, dus ook de koepels. Even op uw vraag van beschermingsbewind. Nou, daar heb ik volgens mij al iets van gezegd, hoe dat in de praktijk werkt. Ja, en natuurlijk willen we dat zoveel mogelijk voorkomen. Ik heb ook begrepen dat het nu zo is vanuit het regeerakkoord, dat formeel de rechter het advies moet vragen aan de gemeente van, zijn er dan geen andere mogelijkheden dan beschermingsbewind? Nou, dat is mooi, want die vraag hebben we nooit gehad. En dan zou je nog eens goed moeten nagaan met elkaar van, hebben we niet nog een andere vorm die tenminste niet zo duur is en die misschien ook nog wel effectiever is. Dus ik hoop door de eerste stap die nu gemaakt is in dit akkoord, zeg maar, dat we het beschermingsbewindverhaal wat kunnen gaan afbouwen. Want dat is een geweldige markt ook geworden. Het klinkt misschien raar dat ik het zeg, maar dat is het wel. Dan over die 3 ton. Misschien is het goed dat we dat schriftelijk even met u delen. Dat is wat techniek vraag, die 304. Dus komen we wat schriftelijk bij u op terug. Tevredenheid is een wat lastig te meten item in zo'n aanpak van armoede en schuld. En wanneer zijn we dan dat tevreden? Daar kun je hele verschillende definities over hebben. Ik kan zeggen, nou, ik ben tevreden als ik in de toekomst wat minder geld uitgeef aan schuldhulpverlening. Want ik zit nu op 2 miljoen, armoedebeleid en schuldhulpverlening. En als ik dat kan terugbrengen naar 1,5, een 5 ton bespaard, kunnen we andere dingen gaan doen. Maar dat is het natuurlijk niet. Dat is het natuurlijk niet. Want wat je wilt, is dat zo min mogelijk mensen gebruik maken van die ondersteuning. Dus mensen zelfredzaam worden, dat ze alert worden. Zelf kijken van wat kan ik doen. En dat begint wel met goede communicatie. Dus daarom hebben we wel gezegd om mensen niet te laten dwalen en dolen in dat hele ingewikkelde veld. Want hier hebben we het alleen maar over minima of schulden. En mensen komen ook van andere voorzieningen. Denk waar we vanavond over hadden, over de WMO. Zorg ervoor dat je één goed portaal hebt om dat ook goed te gaan regelen. En daarom hebben we wel gezegd van dat het moet zo snel mogelijk, maar ook zo zorgvuldig mogelijk. We willen ook met het veld doen. Daarom lijkt en voelt het misschien 2020 een beetje ver weg. Maar ik heb het liever maar goed geregeld in stappen dan dat we dat nu overhaast gaan doen. Dus ik zou toch willen pleiten om, als het eerder kan, ik wil best met u afspreken, als het eerder kan, gaan we het ook doen. Maar dit is wel zo gekozen om het zorgvuldig te doen. Want dit is wel een heel ingewikkeld veld waar we af en toe in opereren, zeg ik maar. Startpunt geldzaken. Dat is een mooie site. Ik weet niet of u er wel eens naar gekeken heeft. Dat is van Nibud. Daar kan iedereen gebruik van maken. Of je wel of geen financiële problemen hebt, zeg ik dan maar. Maar gewoon om je huishoudboekje eens op orde te brengen. Dat geef ik me eigenlijk uit. Dat zou ik eigenlijk moeten reserveren. En het is gewoon beschikbaar. En dat wordt gelukkig ook steeds meer gebruikt. Nou, de eurowijzer. Daar hoor ik wel iets wat kritische geluiden over van uw kant. Maar ik hoor ook hele positieve geluiden. Misschien kunnen ze dan wel iets meer doen aan hun PR. Dat is volgens mij wat u ook zegt. Ik heb ook wel eens gezegd van, jongens, jullie doen zo belangrijk werk. Maakt dat ook zichtbaar duidelijk. En ze hebben het hartstikke druk. Want ze werken daar heel veel met vrijwilligers. Hè, dus heel veel waardering er ook voor. Mensen die in hun werk daarnaast ook gewoon advocaat of bankier of wat dan ook zijn, zeg maar, doen dat gewoon daarnaast. Dus het is ook een prachtig concept, moet ik eerlijk zeggen. Mooie resultaten ook. Maar ze zouden wel iets meer aan de weg mogen timmeren. En dan zou het ook nog wel zo kunnen zijn dat er nog veel meer werk uitkomt. Hè, want we hebben zo langzamerhand door deze ontwikkeling en ook door de ontwikkeling samen doen gezien dat het nog heel veel financiële leed is, zeg maar, die nog wat verborgen zit onder de radar. GKB-traject, draaideurcliënten. We hebben in het verleden wel eens gezegd van, nou, iemand mag maximaal zo vaak gebruik maken en dan is het ook al een keer klaar, hè? Want ja, we blijven niet in de gang.
Maar het effect daarvan is toch wel beperkt. Soms heeft het ook te maken met de vaardigheden van mensen. Hè, om wel of niet met geld te kunnen omgaan. Nou, en wij hopen door het inzet weer van het mobility mentoring instrument. Dat we toch mensen die zelfredzaamheid kunnen brengen. Ook al hebben ze vaker gebruik gemaakt zeg maar, van zo'n construct. Aan de andere kant is het ook zo wat ik al eerder heb gezegd. Veel GKB-trajecten monden uiteindelijk in 75% van de gevallen uit. Toch wel in zelfstandigheid. Zodat mensen in ieder geval de komende jaren niet meer gebruik hoeven te maken van onze dienstverlening. Ja, het verhaal van Twenterland, ik ken het niet. Het is misschien de moeite waard om daar nog eens een keer naar te gaan kijken. Want ik wil graag leren over andere gemeenten. Ik vind wel dat we een goede, stevige collectieve zorgverzekering hebben. U heeft ook kunnen zien, of hier een eerder besluit wat is genomen, het college, dat we toch weer, en ook door u als raad, dat de kosten zijn toegenomen. Maar wij vinden gezondheid, een basisgezondheid, essentieel om ook te kunnen werken weer aan financiële problematiek, hè, want alles hangt met elkaar samen. Dus we hebben ook daar extra middelen weer voor uitgetrokken om in ieder geval de basisverzekering en ook de keuze voor de aanvullende pakketten op orde te hebben. Nou, gelukkig hebben we een heel grote stijging gezien van het aantal huishoudenspersonen wat daar gebruik van gemaakt. En tot slot, meneer de voorzitter. Cliënten met psychische aandoeningen, u noemde over een landelijk budget van 3 miljoen. Ik moet eerlijk zeggen, we gaan hem wel even uitzoeken. Want ik moet eerlijk gaat bij mij niet een lampje branden. Ze zei bij mijn collega misschien, maar bij Jan is ook niet. Gaat bij jou je lampje komt nog zo meteen. Maar wij zoeken het voor u uit, meneer Reiling. Dat was het, voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording. Zijn er nog vragen blijven liggen of naar aanleiding van de bijdrage van de wethouder nieuwe vragen gerezen? Ik stel vast dat dat niet het geval is. Dan is de vraag van moet het een hamerstuk worden of een bespreekstuk? Hamerstuk? Nee, ik pleit toch eerst voor een bespreekstuk. Bespreekstuk. En mocht het anders worden, dan laat ik dat voor volgende week dinsdag weten. En dat hangt af van de beantwoording of hoe? Nee, misschien heb ik nog een leuke aanvulling. Oh, op die manier, ja. Nou, dat laat u ons dan nog weten. Oké. Okay. Dan gaan we verder met punt nummer 6. Het besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Nieuwe Haven te Hardenberg ter hoogte van de firma Morsinkhoff. Wie kan ik daar over het woord geven? Meneer Mulder. Eenmaal, andermaal. Meneer Mulder. Ja, nou, dat was een hamerstuk, zegt de buurman, maar daar ben ik nog niet met hem eens. Het onttrekken aan de openbaarheid van een gedeelte van een nieuwe haven. Hier is wat ons betreft een zeer zorgvuldig traject aan vooraf gegaan. Door eerst met de buren en belanghebbenden overeenstemming te bereiken, alvorens tot onttrekking aan de openbaarheid over te gaan. Op zich heeft mijn fractie, de fractie van de ChristenUnie, hier geen problemen mee. Het bevordert de verkeersveiligheid en de Morsinkhoff wordt optimaal gefaciliteerd door het te onttrekken openbare gedeelte van de openbare weg onderdeel te laten worden van de bedrijfsactiviteiten. Wat mijn fractie wel mist in het voorstel is iets van een huurovereenkomst tussen de Morsinkhoff-groep en de gemeente. Want het betreffende gedeelte gaat onderdeel uitmaken van het terrein van de Morsinkhoff. En tevens loopt er ook nog een gedeelte een riolering. Er staan nog lichtmasten, straatkolken, alles zit er nog in. En het maakt allemaal straks onderdeel uit van de Morsinkhoff-groep. In hoeverre is daar een huurovereenkomst voor getekend of wordt die nog getekend? Meneer Janssen, u heeft daar vast een antwoord op. Dank voor de opmerking over de zorgvuldigheid. Nee, er is geen huurovereenkomst. De straat blijft ook gewoon een straat. Moet ook bijvoorbeeld voor brandweer toegankelijk zijn als er calamiteiten zijn en ze willen er toch langs. En het blijft ook gewoon onze eigendom. Er wordt een openbaarheid onttrokken, dus anderen kunnen er niet meer over, maar het blijft wel gewoon ons eigendom. En moet dus ook weer terug als Morsinkhoff stopt of vertrekt, dan kan hij dus gewoon weer eventueel teruggeleverd worden, even afhankelijk van hoe de situatie daarna ook weer gaat ontstaan. En ze kunnen ook niet zomaar alles doen met dit traject. De hele logistiek op hun terrein wordt daardoor wel veel gemakkelijker. En de afsluiting van het terrein wordt veel gemakkelijker.
En de verkeersveiligheid wordt erdoor vergroot, omdat in de oude situatie, weet je, het is eerst kleiner begonnen, later stukken erbij. Denk maar aan de oude aluminium smelterijen zo, die probleem is ook netjes opgelost door hen. Hebben we gezegd van, wij staan dit zo toe en we laten dit ook zo, maar vinden het niet nodig om daar nu nog een keer een huurovereenkomst overheen te leggen. Maar voorzitter, als ik daar even op mag inhaken. Het is toch vreemd, in mijn beleving, dat wanneer je iets in de openbaarheid onttrekt, waarbij je poorten en alles op het tracé zet, dat je mensen die richting die locatie gaan een lus krijgen, zodat ze dan terug kunnen naar een andere route kunnen volgen, is het toch vreemd dat je een bedrijf optimaal faciliteert, en daar zijn we het roeren mee eens. Alleen, er zijn geen huurpenningen. Als ik een klein stukje grond van de gemeente in gebruik neem, moet ik gewoon huur betalen. Nou, hier wordt een bedrijf optimaal gefaciliteerd, dus dan lijkt het mij niet anders en ook niet meer dan billijk dat er gewoon een huurprijs daarvoor betaald wordt. Want je onttrekt hem aan de openbaarheid en je zet er een poort voor. Nou, een poort is afsluiting in mijn beleving. Dus ja, ik zou toch eens een keer met het bedrijf nog eens in contact gaan. Hier ontstaat rechtsongelijkheid, zegt meneer Muller. Ik weet niet of je een stukje tuin kan vergelijken met dit, waarbij je hem ook niet voor de 100% kan gebruiken zoals je hem zou willen gebruiken. Hij mag hem niet toevoegen aan zijn bedrijf. Ik vind het in kader van veiligheid wel handig, in kader van logistiek en alle bereik openbaar wat nodig is, is te bereiken. En hij moet natuurlijk wel investeren om te zorgen dat een nieuwe situatie wordt zoals die is met keerlus enzovoort. Nou, wij hebben daar dus niet voor gekozen. Lijkt mij ook niet nodig, ook al omdat de boel ook weer eventueel teruggeleverd moet worden en dan ook weer kosten gemaakt moet worden. Ja, u mag er anders over denken, maar zo hebben wij hem afgekaart. En ik zou een oproep willen doen om dat in dit geval ook maar zo te laten. Ja, ik vind het echt een hele, hele vreemde situatie. Dat je een bedrijf faciliteert, prima. Maar op deze manier, als ik 's avonds om 22:00 daar met de auto langs wil, dat kan niet, want is aan de openbaarheid onttrokken, staat er een poort voor en het is openbaar terrein, niet toegankelijk dan wel, maar je faciliteert hiermee een bedrijf waarvan ik zeg, ja, volgens mij kan dit gewoon helemaal niet. Je kan maar niet zomaar een stuk grond geven aan een bedrijf, want straks komen er misschien nog wel 10 bedrijven en zeggen, joh, dat willen wij ook graag. Wij willen ook graag even een stukje grond van u. Als we nou die weg gaan afsluiten, dan kan ik optimaal met mijn bedrijf aan de slag. Dus ja, ik vind het echt heel iets raars. Ik kan me eigenlijk hier absoluut niet in vinden. Meneer Mulder geeft aan dat er een precedentwerking is, of kan ontstaan. Kijk, we hebben het eerder wel eens gedaan waarbij wij grond verkocht hebben aan een bedrijf, waarbij een bedrijf ook een kiestuk straat eruit, en dan verkoop je wel en dan laat je wel betalen. Maar deze wordt niet verkocht, moet misschien in een nieuwe situatie ook gewoon weer terug. En terreinen zijn aan alle kanten bereikbaar. Je doet geen burger hier tekort. En je bevordert wel de veiligheid. En nou, wij dachten daar met de kosten die je daarvoor moet maken, dat het zo zou kunnen. Maar ik wil hem nog een keer checken op precedentwerking, maar het lijkt mij niet. Ik kan hem niet bedenken. Wat gaan we met dit onderwerp doen? Wordt het een bespreekstuk of gaan we het een hamerstuk van maken? Ja, het lijkt mij goed dat ik dit eerst terugkoppel naar mijn fractie toe. Want hier ontstaat natuurlijk wel iets. Ik zit hier niet om maar zomaar wat te vragen. Het is in de fractie behandeld. Dus we gaan dit een bespreekstuk, vooralsnog een bespreekstuk. Ja. Totdat u zegt van nou, het hoeft niet. Ja. Oké. Okay. Doen we het zo. Ja. Oké, okay, dank u. Goed, daarmee is dit punt behandeld. Dan agenda punt 7, besluitvorming, gemeenschappelijke regeling, BVO. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Meneer Wiltz.
Rodemond, Reiling, mevrouw van Veldhuizen. Mevrouw van Veldhuizen. Nou, dat stuk wat we hebben doorgespit heet gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie regionaal service team jeugd IJsland. Hoe bedenken ze het? Maar goed, het is bedacht en zoals de naam al doet vermoeden is het een behoorlijk bureaucratisch stuk en een beetje ver van ons bed. Maar zoals het zich laat lezen, een noodzakelijke bestuurlijke verandering en aanpassing. We kunnen ons prima in deze bestuurlijke aanpassing vinden. Het moet regionaal, we kunnen alles niet in eigen huis. Alleen de gemeentelijke aandachtspunten, die willen we vooral in het Hardenbergse uit kunnen oefenen. En dan zijn volgens het CDA vooral de speerpunten niemand tussen wal en schip. En dat blijven we herhalen. En wat ons de laatste tijd aan geluiden toekomt, is een beetje de kennis van de samendoenteams. Jongens, het hele jeugdwerk is nogal ingewikkeld. Er is veel verloop. Lijkt ons toch echt een punt van aandacht. De wachtlijsten die er soms zijn bij geïndiceerde zorg, lijkt ons een punt van aandacht. En we willen vooral pleiten op het sterk insteken van preventie in combinatie met risico-inventarisatie. En wat ons betreft mag het stuk door. Dank u wel, mevrouw Veldhuizen. Meneer Wils, hadden we ook nog niet gehoord vandaag. Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie heeft het raadsvoorstel evenals CDA nauwkeurig bestudeerd. Het bestuur van de GRBVO heeft besloten de regionale samenwerking verder te ontwikkelen om te komen tot een beter stelsel van jeugdhulp en daar zijn we blij mee. Dat er op basis daarvan voor de transformatie wijzigingen nodig zijn, beseffen we terdege. Zoals er in de voorgaande sessies is besproken, is die uitgezette lijn duidelijk in het stuk verwoord. En zijn we van plan toestemming te geven aan de voorgestelde wijzigingen. Aan het college dan wel te verstaan. We hebben nog een tweetal vragen. Het is de bedoeling dat de BOH vanaf 1 januari 2018 de declaraties en facturen zelf gaat afhandelen. Mijn vraag is of deze werkwijze het college en de raad onder andere inzicht zal geven in het aantal hulpverleningen en de financiële uitgaven van de jeugdhulp in Hardenberg. Zo ja, welke inzichten verwacht de portefeuillehouder? De tweede vraag. De raad heeft in de vergadering van 17 oktober jongstleden conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen overgenomen. De fractie van de ChristenUnie stelde op prijs dat de gemeenschappelijke regeling Regionaal Service Team Jeugd IJsland, zodra een tijdelijke raadswerkgroep is samengesteld, de aanbevelingen met betrekking tot een informatiemap en een checklist voor deze gewijzigde GR als eerste wordt meegenomen. De raad kan dan misschien over circa een jaar deze gewijzigde gemeenschappelijke regeling controleren en zo nodig bijsturen. Wil de portefeuillehouder zich hiervoor inzetten of een toezegging hierover doen? Dat was het. Dank u wel, meneer Wils. Meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn eerste vraag die sluit eigenlijk wel een beetje aan bij de vraag van meneer Wils. Zelfstandig de financiën gaan doen, ja, dan staat het toch in de gemeenschappelijke regeling. Dat ook de financiële administratie wordt gevoerd door regionaal service team Jeugd IJsland. Ja, hoef je dat ook niet in op te nemen. Dat zou dan mijn gedachte zijn. En er is een uitredingsregeling afgesproken. Dat vind ik op zich prima. En de regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. En dan heb ik altijd het gevoel, wat is dan niet lui? Ja, we kunnen natuurlijk niet hoog van de toren blazen dat het met de jeugdzorg super is gegaan. Dus ik zou een klein beetje drukmiddel om het goed functioneren van het team. Misschien met een einddatum en een sterke evaluatie. Niet verkeerd vinden. Oké, meneer Reiling. Dank. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Wij hebben met
blijkbaar een iets andere blik het stuk gelezen wat nu voor ons ligt. Zei het dat de vorige sprekers ingingen op de kwaliteit van de uiteindelijke dienstverlening richting de jeugdzorg. Dat is natuurlijk ook onze grootste zorg wat dat betreft. Toch zijn wij niet erg enthousiast over het aanpassen van een gemeenschappelijke regeling. Zover mijn geheugen mij niet in de steek laat, hebben wij in deze raad gezegd dat wij akkoord zijn gegaan met het instellen van een uitvoeringsorganisatie, omdat het nou eenmaal wettelijk verplicht was. Toen was ook volgens mij de toezegging dat het daarbij bleef om juist zo'n klein mogelijke organisatie in de benen te helpen om de jeugdzorg zo goed mogelijk te laten functioneren. Nu zie je toch dat er een uitbreiding is in de taken van een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Onder andere met dat programmamanagement erbij, een nieuwe naamgeving, nieuwe taken, et cetera. Die in mijn optiek toch leiden naar een grotere afstand tussen enerzijds de gemeente en anderzijds deze gemeenschappelijke regeling. En daarmee dus ook een grotere afstand tot uiteindelijk de cliënten om wie het allemaal draait, wat mij betreft. Daarom heb ik grote moeite met een dergelijke aanpassing en zou toch graag van de portefeuillehouder nog eens in heldere bewoording nut en noodzaak willen horen over deze specifieke aanpassing en waarom we dat nu op dit moment moeten doen. En of het dan ook klopt dat wij eerder hebben afgesproken dat we het klein zouden houden. Daar wil ik het eerst even bij laten. Dank u wel. Oké, meneer Jans. Zal ik met de laatste beginnen, want daar zit denk ik ook een misverstand in. Het is een BVO, het is dus al de lichtste vorm van een gemeenschappelijke regeling die je kan hebben. Bijvoorbeeld een GGD of wat dan ook, dat is een zwaardere met een AB en een DB. Hier is maar een enkel bestuur. Dit is dus alleen maar een uitvoeringsorganisatie. Wij hadden een BVO, die hebben we eerst voor 2 jaar gedaan. Zouden eerst even kijken hoe het gaat en toen nog voor 1 jaar verlengd. En wij hadden ook al een programmamanagement en die stonden een beetje los van elkaar. En daardoor, daar had je soms last van. En wat wij nu doen, is eigenlijk die BVO weer een beetje afschalen. Nu die staat, want die moest echt uit niets komen. Dus je moest daar even een sterke leiding op zetten om greep te krijgen. Ook op wat gebeurt er allemaal. En ik heb je al verteld hoe moeilijk dat gaat om greep te krijgen op hoeveel kinderen zijn er nou precies in zorg. En hoe zwaar zijn ze in zorg. En wat kost het nou precies om precies de cijfers in gang te houden. Nou, dat krijgen we steeds beter. Ik zat net... terwijl u bezig was de derde kwartaalrapportage zoals die in concept gemaakt is door te lezen, denk ik voor het eerst van het begint er een beetje op te lijken. Wat wij nu gedaan hebben is die BVO, die uitvoeringsorganisatie en de programmamanagement die we al hadden nu in elkaar te zetten onder 1 leiding, zodat die ook niet meer uit elkaar kunnen gaan. En ik zou bijna zeggen, daardoor houden we hem juist klein. En u leest ook al dat wij bijvoorbeeld als Harderberg, doen we trouwens samen met Steenwijk en Dalsen al in 2018, factureren en declaraties naar onszelf halen. Daar gaan wij alvast mee oefenen. En het is de bedoeling dat we dat in 2019 allemaal gaan doen. Dus er komt echt ook weer een stuk naar gemeenten toe. Dus hij wordt niet groter. Hij wordt in mijn begrip eerder overzichtelijker. En hij wordt... We krijgen hem beter in de greep en hij kan niet meer 2 kanten op gaan, want er is nu een eenduidige leiding erop. Dus meneer Rodemond. In die zin denk ik dat EcoZorg op dat punt weg kan nemen. Ja, was dat maar zo. Maar we proberen het misschien dan nog een keer, want mijn vraag ging niet erover of het iets, dat het groter werd of duurder voor mijn part. Het gaat erom dat je beleid en uitvoering aan elkaar koppelt. En mijn persoonlijke ervaring, maar dat moet u niet verder vertellen, want mijn baas luistert mee. Mijn persoonlijke ervaring is dat als je beleid en uitvoering aan elkaar koppelt in een gemeenschappelijke regeling, welke vorm dan ook, dan drijft die inhoud weg bij de uiteindelijke bestuurder. En daarmee heb je je grip ook vanuit de gemeente misschien wat minder. En dat is mijn zorg en daar gaat het juist om. Zij mogen zelfstandig geen beleid maken. Het beleid wordt gemaakt door het portefeuillehouderoverleg, door het bestuurlijk overleg van de wethouders jeugd. In hun overleg, daar maken ze beleid en geven ze deze club opdrachten om gewoon dingen te doen. Maar ze moeten wel die vergaderingen even voorbereiden. In die zin zit er ook een stukje programmamanagement in. En om de contacten ook met de organisaties en te voor te houden. En daar zit dus een soort... Sorry, dat blijft ook zo.
Daar kunnen we dus op vertrouwen dat het een ondersteunende organisatie, sorry voorzitter. Dit is een ondersteunende organisatie en het beleid blijft eigenlijk hier gemaakt worden. Ik heb hem zo gelezen dat het een volstrekt technische aanpassing is waarbij we de boel wat beter in de greep krijgen en wat beter beschrijven wat we nou eigenlijk wel willen en wat we niet willen. Dat doen we na die eerste paar jaren ervaring. Dat is het belangrijkste. En het tweede is dat we dus al laten zien dat een aantal gemeenten beginnen met wat taken eruit te trekken. Om te zeggen, dat gaan we eerst zelf doen, omdat we eerst zelf het overzicht willen hebben. En dan pas brengen wij het daar wel weer naar de regio toe om het totale regiooverzicht te krijgen. De tweede vraag die hier aan vasthoudt, van moet je dit niet tijdelijk doen? Ja, wij hebben een probleem, omdat wij wettelijk verplicht zijn om over een heel aantal zaken in regioverband dingen te regelen. Dus wij kunnen ook niet zomaar zeggen van we gaan de dingen op hebben, want dan hebben we een probleem. Met alle regionale organisaties. En het tweede is, eenheid maakt ook wel macht. Doordat wij met z'n 11 gaan inkopen, heb je gewoon meer macht dan dat je het allemaal alleen moet doen. En is het efficiënter en hoef je niet 11 de wiel uit te vinden. Dus in die zin kunnen wij niet zonder deze organisatie A niet vanwege efficiëntie en B niet omdat we in regioverband een aantal dingen wettelijk verplicht zijn om te doen. Sterker nog, er zijn zelfs een aantal zaken die zijn nog boven dit regioverband, waardoor je met een aantal regio's samen of zelfs in heel VNG-verband dingen samen moet doen. Dus we hebben het vehikel gewoon nodig. Maar we hebben hem expres zo licht mogelijk gemaakt. Het is ook niet de samenwerking van gemeenten en gemeenteraden, maar hij is zelfs zo licht dat het ook gewoon de samenwerking van colleges zijn. Het zijn de colleges die dit vehikel neerzetten, terwijl andersom de gemeenten zijn. Daarom zie je ook al, hij is zo klein mogelijk gehouden. En ik heb niet de indruk dat hij bij ons wegloopt. Ik heb de indruk dat we hem beter in de greep krijgen. Dat even over de regeling. Daar heb ik dus ook gelijk de vraag van meneer Reiling over onbetaalde tijd gedaan. Ja, en je hebt uitredingsregeling. Het gebeurt wel eens een keer dat de gemeente zegt, ik wil naar een andere regio toe of ik wil toch iets anders doen. Daar kan een keer Drenthe bleek iets te groot te zijn. Die is geloof ik in 2 uit elkaar gevallen. Nou, dat kan een keer gebeuren. Nou, en daar heb je de gewone normale regels voor in een GR om uit te treden. Dus je moet zo'n reglement wel hebben. Rekenkamercommissie, ja, wij willen uiteraard verantwoording afleggen, vooral aan de gemeenteraden, omdat we zeggen, dat staat ook ergens in het stuk en ook in het geheel. Het verhaal blijft lokaal wat lokaal kan, regionaal wat je in je eentje niet kan. En wat je dan lokaal kan doen, en dat zie je nog een keer, dat zie je ook in de terugtrekkende beweging die wij in Hardenberg al in 2018 maken. Als de regio heel sterk zou zijn, zou je, nee hoor, alles moet gelijk met z'n 11. Je moet toestemming hebben, dat weet je gewoon, als je met z'n 11 samenwerkt, moet je meerderheid van stemmen hebben. Deze 11 hebben gezegd, oké, willen jullie met z'n 23, ga dat alvast maar doen. Daar zie je ook dat die ruimte naar lokaal er nadrukkelijk wordt gegeven. Naar de rekenkamercommissie, kijk, prima, maar ik wil heel graag gewoon over ons jeugdbeleid gewoon aan mijn gemeenteraad de verantwoording afleggen op lokaal niveau. En dan vind ik eigenlijk die verantwoording van die BVO maar een kleintje. Maar die gaat wel over veel centen. Dus ik vind het prima als de raad zegt, daar willen we echt specifiek een aantal dingen. Maar dan is het de raad die aangeeft wat ze willen weten. En dat moeten wij met z'n allen leveren. Dus lijkt me niet een probleem. Laat maar afspreken wat u graag wil zien. En ook daar geldt weer, dan moeten we wel met z'n 11 proberen daar in lijn in te trekken. Door die declaraties en facturen nu alvast als proef naar onszelf toe te halen, denken we dat we beter inzicht krijgen en eerder inzicht krijgen in de hoeveelheid jongeren die ergens zitten, in de zwaarte van de pakketten, in wat het kost en dat we sneller inzicht krijgen hoe dingen zich ontwikkelen, zodat we ook sneller aan knopjes kunnen draaien als dingen verkeerd gaan. Dus ik verwacht daardoor inderdaad meer inzicht, maar dat gaat de proef van komend jaar 2018 met Steenwijk en Dalfsen ons leren. En mijn inschatting is, zoals ik er nu tegenaan kijk,
dat in 2019 alle gemeenten de move maken die wij in 2018 al doen. Mevrouw van Veldhuizen zegt dan ook, ja, het is noodzakelijk, dus je moet het vooral doen. Maar ik heb een aantal andere aandachtspunten. Die zitten eigenlijk hier niet in, want ik vind dit gewoon een technisch verhaal van, goh, de ding is eindig, we moeten hem doorontwikkelen. En wat losse eindjes maken wij gewoon vast en in staat gewoon wat beter. Maar uiteindelijk is wat u noemt en waar dit stukje nou niet over gaat, maar niemand mag tussen wal en schip komen. Jazeker, daar moeten we knallen tegenaan. En het verhaal over de samendoenteams, daar wil ik nog eens even met u over hebben. Maar die noteer ik wel even. De wachtlijsten ook, want daar moeten we zo weinig mogelijk last van hebben. Daardoor gaan wij in 2018 ook naar een ander systeem van inkopen. En uiteindelijk eindigt u met het verhaal van je moet vooral naar preventie kijken. Ja, en volgens mij zit die daar en daar moeten we het ook nog maar samen over hebben. We zijn daar ook met de GGD over bezig en ook met de scholen over bezig. Mijn stelling is de volgende. We zitten nu nog steeds te veel aan de achterkant. En voor te kloppen, even met het onderwerp weg een beetje, maar in antwoord. Jongeren zijn in zorg en wij moeten dat betalen. En we zien die kosten niet tegenvallen. Als we niks doen, blijft dat gewoon zo. Wij zullen dus naar de voorkant moeten, naar die kinderen die op de kinderopvang zitten, die op de scholen zitten, die de consultatiebureaus kennen. En daarvan zeg je tegen 80% strik je erom en ga lekker door. En daarvan is met 20% is of is er wat aan de hand en met een klein gedeelte is veel aan de hand. En wij moeten zo snel mogelijk, als er met een kind iets in de hand is, of als er met de ouders achter de kind iets aan de hand is in de gezinnen, moeten wij daar zijn en met lichte maatregelen voorkomen dat ze in die zware trajecten terechtkomen. Dat betekent voor de eerste jaren de zware trajecten betalen en wat extra betalen aan de preventie, dan zit je wat duurder. Maar over een paar jaar gaat dat zich, naar mijn vaste overtuiging, dubbel en dwars terugbetalen. Omdat je dan de voorkant goed geregeld hebt. Maar dat betekent dat je de eerste paar jaar het gewoon lastiger hebt. Nou, daar zijn we met de scholen over bezig. En de scholen maken ook echt stappen. En daar zijn we met de GGD, met de JGZ over bezig. Want die zou daar wel eens, nou, zeg maar, de smeerolie in de organisatie kunnen zijn. Goed. Dank u voor de beantwoording. Zijn er nog vragen blijven liggen of andere vragen gerezen naar aanleiding van de beantwoording? Ik heb nog een kort vraagje. Die derde kwartaalrapportage, krijgen wij die als raad ook inzichtelijk? Hij is nog niet vastgesteld. Dit is een van de voorbeelden hoe wij proberen daar steviger bij te komen. De tweede kwartaalrapportage, had ik u verteld, die was ons heel erg tegengevallen. En toen hebben we daar een clubje opgezet met de bestuurlijk trekker. En ik ben toevallig die bestuurlijk trekker. En ik zie de eerste resultaten nu van wat die club neergelegd heeft. En die vind ik echt veelbelovend. Alle problemen zijn niet opgelost, maar die vind ik echt veelbelovend. En die wordt nu straks in het bestuurlijk overleg besproken. En als die daar vastgesteld worden, gaan die naar de gemeente toe. En dan kan ik de Hardenbergse cijfers wel met u delen. Maar niet nu nog, want we hebben nu nog een concept wat nog niet eens besproken is. Welke termijn verwacht u dat? Ik ga niet in de harten van al mijn collega's kijken. Ik hoop dat ze in de eerste ronde dan gelijk mee akkoord gaan. Kan ik zo vermetel zijn deze te agenderen voor als hamerstuk voor de raad over 2 weken? Yes? Oké. Dank u. Dan zou ik willen vragen of er nog onderwerpen zijn voor de rondvraag. Ik kijk even rond en ik zie geen handen, vingers of wat iets meer zei. Dan rest mij alleen nog maar deze vergadering af te sluiten. Ik dank u allen en wens u een goede en behouden thuiskomst.